Dames en heren, de vergadering is geopend. Ik deel verontschuldigingen mee van de heer Mark Hendricks. De heer Landuit en mevrouw Rutte zijn afwezig wegens ambtsverplichtingen. Mevrouw Brusseel, mevrouw de Meulemeester, de heer Dazeleer, mevrouw Idrissi en mevrouw Kerbach zijn afwezig om gezondheidsredenen. Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen werden op de bankergrond gedeeld. Meneer Zoska, u vraagt het woord. Ja, meneer de voorzitter, gewoon bij ordemotie om iets aan de agenda toe te voegen, of toch tenminste de hoogdringendheid waarover dan later kan gediscuteerd worden. Een voorstel van resolutie van Elke van den Brand en Elisabeth Meuleman betreffende de voorrangscriteria in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Goed, zullen we in de loop van de vergadering, zoals dat de gewoonte is, zullen we daarover beslissen. Goed. Mag ik dan overgaan aan de actuele vragen? De eerste actuele vraag is van mevrouw Kathleen Krekels. Tot mevrouw Hilde Krevits, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Onderwijs, over de ongerustheid bij de leerkrachten betreffende het inclusief onderwijs naar aanleiding van de start van het M-decreet. Mevrouw Krekels. Alsjeblieft. Zal ik nog even wachten of ga ik van start? Het gaat over de auto van Fiatje van. Fiatje van Meuleman. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer de voorzitter. Goedemiddag, mevrouw de minister. Goedemiddag, collega's. Mevrouw de minister, we hebben het deze week op de televisie gezien. We hebben het op de radio gehoord. We hebben het in de krant gelezen. Ons onderwijsveld is ongerust over de uitrol van het M-decreet. Het is namelijk zo dat vanaf 2015 ouders met een kind met een beperking zich kunnen inschrijven in ons regulier onderwijs en niet vanaf het schooljaar 2015-2016. Uiteraard, mits redelijke aanpassingen nodig zijn en in het vooruitzicht dat het curriculum bereikt kan worden. Nu, het bijzondere in deze discussie is dat meer dan 50% van de leerkrachten eigenlijk wel het zien zitten om dat inclusief verhaal waar te maken. Zij willen daar ten volle tegen aangaan en zij willen daar een succes van maken. Maar in diezelfde groep leerkrachten zit ook meer dan 80% met een angst dat zij het niet kunnen waarmaken omwille van misschien onvoldoende professionele scholing, omwille van misschien onvoldoende ondersteuning. Zij zijn bang dat zij niet voor elk kind kunnen betekenen wat zij eigenlijk dienen te betekenen. Zowel voor het kind met de beperking als het kind zonder de beperking. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een aantal leerkrachten die ook bang zijn dat hun hele school eigenlijk nog niet klaar is voor het inclusief onderwijs. Nu, wij hebben uiteraard in de voorbereiding van het M-decreet getracht om initiatieven te nemen om dit voor te bereiden in fases. We hebben ook getracht om effectieve initiatieven te kunnen nemen, zoals de pedagogische begeleidingsdienst, die heel intensief in de scholen voor de directies, voor de leerkrachten aanwezig zal zijn. En we hebben uiteraard ook plannen om voor de nascholingen te zorgen en daar een prioriteit voor te leggen om dit rond het M-decreet te organiseren. Nu, mijn vraag aan u, mevrouw de minister, is eigenlijk heel eenvoudig. Welke mogelijke andere of extra maatregelen voorziet u nog of heeft u nog in gedachten om die ongerustheid bij de leerkrachten te kunnen wegnemen? Mevrouw Krevits. Dank u wel, collega, voor deze vraag. Laat mij misschien starten met te melden dat wij in Vlaanderen uitstekend gewoon onderwijs, maar ook uitstekend buitengewoon onderwijs hebben. En dat buitengewoon onderwijs zal in de toekomst ook blijven bestaan. Sowieso zullen er altijd kinderen zijn waarvoor wie dat de beste plaats om onderwijs te genieten het buitengewoon onderwijs is. Ik denk dat veel leerkrachten onderschatten hoezeer ze zelf en ook hun school op vandaag al bezig is ook om ervoor te zorgen dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften een plaats krijgen op school. Je ziet het trouwens ook, het aantal kinderen dat buitengewoon onderwijs volgt in het lager onderwijs daalt al. In secundair onderwijs is dat nog niet het geval. Het M-decreet wil eigenlijk de regel een beetje omdraaien. Elk kind dat een bijzondere onderwijsbehoefte heeft, die moet kunnen een kans krijgen om zijn plaats te krijgen in het gewoon onderwijs. En het CLB wordt daar de partner van zowel ouders als de leerling als de school om te kijken, kan dat met redelijke aanpassingen. We hebben in de Vlaamse regering 2 weken geleden het ontwerpformulier goedgekeurd waarmee het CLB aan de slag kan. En we hebben daar heel veel vrijheid gelaten in de manier waarop omgegaan wordt met de behoeften die er zijn en ook de manier waarop het CLB
kan beoordelen of een plaats van het kind in het gewoon onderwijs met redelijke aanpassingen mogelijk is. We hebben niet gekozen voor een strak theoretisch kader, omdat we juist willen dat er op maat van de school, op maat van het kind, samen met het CLB dat onderzoek kan gebeuren. Het CLB's, we zijn in volle onderhandeling met de CLB's, ook met de pedagogische begeleiding, om dat goed uit te rollen. Maar ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat men daar op een goede, verstandige, rustige manier zal mee omgaan. M-decreet zal geen aardverschuiving teweeg brengen, maar moet wel ervoor zorgen dat elke school in Vlaanderen ook, als een kind zich aanmeldt om zijn plaats te krijgen in het gewoon onderwijs, om die oefening in alle ernst te doen, te kijken kan het met redelijke aanpassingen, en zo het niet kan, blijft de plaats van het kind uiteraard het buitengewoon onderwijs. Dus dat vraagt een aanpak op maat van de school en op maat van het kind, en daartoe krijgt ook het CLB alle ruimte om dat zo in te vullen. Ja. Mevrouw Krekels. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Ik zou toch graag nog even eraan toevoegen. In mijn carrière voor de politiek was ik zelf zorgcoördinator, dus ik ben me heel bewust van het feit wat leerkrachten nu al doen om elk kind het onderwijs te geven dat zij verdienen. Zij moeten eigenlijk nu al met de kinderen die er nu zitten heel wat dingen ondernemen om hun klasmanagement helemaal in orde te krijgen. En natuurlijk, nu komt daar ook een x-aantal extra's bij. En daardoor denk ik dat ik de ongerustheid wel kan begrijpen. Ik denk dat de initiatieven die we nemen, ik geloof daarin, maar ik denk dat het u taak toch zal zijn om te zorgen dat die initiatieven die genomen worden toch voldoende goed en dicht bij de klas en bij de leerkracht terechtkomen. Ik denk dat dat onze taak, maar in extra uw taak toch zal zijn. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw Helsen, meneer De Roo, mevrouw Genie, mevrouw Meuleman. Mevrouw Helsen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, het klopt dat er inderdaad op dit moment vele vragen zijn over de consequenties van het decreet, maar ik heb er zelf ook alle vertrouwen in dat de leerkrachten op het terrein dat met heel veel expertise zullen toepassen, omdat zij dat vandaag reeds voor vele leerlingen doen. Maar daar is een beetje onzekerheid, maar ik denk dat we niet hoeven te wachten, dat we gewoon moeten starten met het decreet en dat we het vooral zeer goed moeten opvolgen. Dat is ook voorzien in het decreet, dat er een zeer goede opvolging is om te kijken welke bewegingen zijn er, welke noden zijn er. Ik denk dat wij de ondersteuning die nodig is, dat we die voorzien hebben. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Ik denk dat het goed gaat lukken. Maar het is wel belangrijk om het op te volgen. Mocht het toch anders zijn dan wij vandaag verwachten, dat we tijdig kunnen bijsturen. Het is in het decreet voorzien, maar aan u, mevrouw de minister, de vraag om dat effectief ook goed uit te voeren, zodanig dat we volgend jaar in februari hier goed samen kunnen kijken wat de consequenties zijn en of er bijsturingen nodig zijn. Meneer De Roo. Ja, voorzitter, mevrouw de minister, onze fractie gelooft echt wel oprecht in het engagement en de kracht van onderwijs om leerlingen met beperkingen op te nemen in het gewone onderwijs. En ik zie in de cijfers van de enquête die vorige week gepubliceerd zijn niet zozeer angst bij leerkrachten, maar wel realiteitszin. Als 85% van de leerkrachten zegt we zijn te weinig voorbereid, dan zijn daar ook de mensen bij die zeggen dat ze geloven in inclusief onderwijs. En dan denk ik dat de vraag van collega Trekels echt wel belangrijk is. Wat doen we? En met we is niet alleen de minister en het ministerie van Onderwijs, maar wat doet iedereen in onderwijs die leerkrachten kan bijstaan bij deze belangrijke nieuwe taak? En dan kijk ik, u heeft dat zelf ook in de commissie gezegd, u verwacht veel na het afschaffen van het SNPB, van de pedagogische begeleidingsdiensten zelf. Men ging daar een protocol komen. Wel, ik hoop daar nog voor nieuwjaar een signaal te krijgen vanuit de inrichtende machten, vanuit de pedagogische begeleiding, dat men effectief de maanden die ons nog rest voor de ingang van het M-decreet, dat men daar betere en sterkere ondersteuning geeft dan nu het geval is. Mevrouw Genee. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, effectief ook namens onze fractie het grote belang benadrukken van inclusief onderwijs. Uit reportage in Koppen bleek ook dat 80% van de leerkrachten wel degelijk de meerwaarde inziet van dat inclusief onderwijs, maar dat ze inderdaad toch ook wel de nodige omkadering en ondersteuning vragen. U zegt samen met mevrouw Krekels, het is belangrijk dat dat via de CLB's, via de pedagogische begeleiding gebeurt. Het decreet voorziet de nodige wettelijke omkadering en ondersteuning. Maar de vraag is natuurlijk, hoe gaan we dat in de praktijk brengen als je ziet dat er op de CLB's en de net overschrijdende pedagogische begeleiding
respectievelijk 1,5 miljoen en 1 miljoen euro bespaard wordt, komt die omkadering die toch zo broodnodig is in de klas, komt die dan niet op de helling te staan? Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, ik maak mij ook grote zorgen over het M-decreet. Ik vrees dat het een lege doos zal worden. En ik vind dat jammer. Ik vind dat jammer voor jongens zoals Wout uit de reportage, waarvan de mama en hij zelf ook zegt, allee, ik wil participeren, ik wil naar school gaan met die kinderen die in mijn buurt wonen, waarmee ik in de opvang gezeten heb. Ik wil ook het recht hebben om in een buurtschooltje naar school te kunnen gaan. Daar roept Wout. Maar tegelijk maak ik mij ook zorgen voor de leerkrachten die zeggen van, wij gaan dat niet aan kunnen, help, wij willen wel, maar wij zien niet goed, wij zijn hier niet voor opgeleid. Wij kunnen dit op dit moment niet. Nochtans, allee, steunt iedereen inderdaad dat principe wel van een inclusieve maatschappij, van een maatschappij waar iedereen het recht heeft om deel te nemen. En dat dreigt nu verloren te gaan door een decreet dat onvoldoende is uitgebouwd, waar te weinig middelen tegenover staan, waar u nog eens op bespaart en drastisch op bespaart, mevrouw de minister. 20% op de pedagogische begeleidingsdiensten, 10% op de CLB's. Waarom? Voor iets waar we toch echt moeten achterstaan als maatschappij, als beleidsmaker en waar ik u vraag om uw verantwoordelijkheid op te nemen en een goed decreet met goede uitvoeringsbesluiten en met ondersteuning en middelen voor de werkvloer uit te vaardigen zodanig dat hier werk van gemaakt worden. Dank u wel, collega's, voor al deze aanvullende vragen. Misschien één onderscheid dat sommige tussenkomsten hebben met die van mij is dat ik ga eigenlijk uit van een fundamenteel vertrouwen in al wie lesgeeft vandaag. En als we zien dat op vandaag 16.000 kinderen met specifieke onderwijsbehoeften al hun plaats hebben in het gewoon onderwijs, dan moeten we toch vaststellen dat al onze Vlaamse scholen, of heel veel van onze Vlaamse scholen, vandaag ook al optimaal of zo goed als ze kunnen bezig zijn om zoveel mogelijk kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, te laten schoollopen in een gewone school. Als u, mevrouw Meuleman, mevrouw Genet, als u er natuurlijk van uitgaat dat het buitengewoon onderwijs overbodig zal worden, dan kan ik... Ik ben daar niet mee akkoord. Ik ga... Mevrouw Meuleman, mag ik ook... Nee, mevrouw Krevits. Ja, dank u wel. Moet de regering nu in verdediging nemen. Dus ja, maar ik mag hier toch wel mijn antwoord geven. Het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen heeft zijn plaats. De bedoeling van het M-decreet is zeer duidelijk, maar... Wat ik u probeer duidelijk te maken evenzeer, is dat op vandaag scholen ook al bezig zijn met het geven van kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, met het geven van een plaats aan die kinderen. En we moeten ervoor zorgen dat nog meer kinderen dan vroeger hun plaats vinden in het buitengewoon onderwijs. Daar zijn denk ik 70 begeleiders bij de pedagogische begeleidingsdiensten extra aangeworven die op pad gaan. Daar gaan we monitoren hoe de verschuivingen plaatsvinden. Voor mij is het van belang dat per kind dat zich aanmeldt, dat elk kind trouwens dat zich aanmeldt, dat elk kind dat het au sérieux genomen wordt, dat het CLB samen met de school een pad uitwerkt om te kijken, kan het kind zijn plaats krijgen of niet. Ik heb heel veel directeuren gezien in de voorbije weken. Er zijn schooldirecteuren die mij zeggen, wij zijn daar volledig klaar voor, wij zijn daar volledig op georganiseerd. Anderen zeggen, wij zijn daar nog niet goed op georganiseerd, wij hebben begeleiding nodig. Er staat ook begeleiding klaar. Buitengewoon onderwijs zegt dan ook van, wij zouden niet graag hebben dat er nu een enorm verloop is van kinderen die dan na 2-3 maanden terugkeren. Dus wij moeten dat zeer zorgvuldig monitoren op maat van de school en op maat van het kind. En als u mij vraagt, bent u daar bezorgd over, zult u dat goed opvolgen, dan is mijn antwoord absoluut ja. Als meneer De Roo zegt, komt dat protocol er, dan is dat antwoord uiteraard ja. U hebt gevraagd, meneer De Roo, wilt je nu al beginnen monitoren, want... Herinner u de discussie in de commissie 2-3 weken geleden? Er zijn nu al kinderen die versneld de overstap maken. Dat probeer ik hier ook duidelijk te maken. Men is op het terrein ermee bezig. Maar ik wil inderdaad ook niet nu hier op deze banken de indruk wekken dat elke leraar in Vlaanderen plots in zijn klas zal overstelpt worden met een grote hoeveelheid extra kinderen uit het buitengewoon onderwijs die erbij komen. Het is een pad van geleidelijkheid waar we hier ook in dit parlement voor gekozen hebben. En ik geloof erin dat... Zeker op de manier zoals we nu proberen te werken ook met het CLB, zoals ook de pedagogische begeleidingsdiensten begeleiding gekregen hebben, zoals er zal ook nascholing mogelijk zijn voor leraren die dit wensen. Ik heb dat ook in de commissie uitgelegd. Ik geloof er echt in dat we op 1 september op een goede basis zullen kunnen starten. Maar mevrouw Helzen, u hebt uiteraard een punt. Wij zullen zorgvuldig opvolgen hoe ouders
kinderen en de school met de nieuwe situatie omgaan. Want eigenlijk de reden waarom we dit decreet hebben gestemd in dit parlement is omdat we ervan overtuigd zijn dat meer kinderen dan vandaag een plaats kunnen hebben mits goede omkadering in het gewone onderwijs. En daar er is ook een waarborgregeling, u weet dat voorzien, waar we ook gebruik van zullen maken. Maar ik wil ook dat de expertise die erop vandaag is in het buitengewoon onderwijs, dat die kan blijven bestaan. Want sowieso, ik herhaal het nog eens, zal een groep kinderen ook in de toekomst zijn plaats blijven hebben in het buitengewoon onderwijs. Ja. Dank u wel, minister. Ja, dank u wel, minister, voor uw engagement. Ik denk dat we allemaal geloven in dit verhaal en ook onze leerkrachten daar echt wel in geloven en daar ten volle voor zullen willen gaan. Ik denk dat het onze kracht en onze nood zal zijn om deze ook 100% te ondersteunen en te zorgen dat de nood daar komt waar het nodig is. En wij als N-VA gaan daar zeker op toezien. Dank u wel. Dank u wel. Voorzitter. Applaus voor mevrouw Krekels, eerste optreden in de openbare zitting. Dus mag nog eens klappen. Mevrouw Meuleman. Ja, voorzitter, in het reglement staat dat het een persoonlijk feit is als uw naam genoemd wordt en uw woorden dan verkeerd geïnterpreteerd en weergegeven worden. Dat is exact wat er is gebeurd. Mevrouw Krevits zegt, mevrouw Meuleman, mevrouw Genet, niet of anders dan jullie, ben ik ervan overtuigd dat het buitengewoon onderwijs moet blijven bestaan en wil ik dat niet opdoeken, zoiets. Ik heb op geen enkel moment iets van die aard gezegd. Mevrouw Krevits doet dat geregeld. Woorden interpreteren op die manier. Dat het lijkt alsof de interpellant dan op een manier is tussengekomen zoals hij helemaal niet wou. Ik wil dat even rechtzetten. Ook ik denk dat het buitengewoon onderwijs zeer goed werk levert, altijd zal bestaan. Het ging hier over de ondersteuning in het gewoon onderwijs, mevrouw de minister, en uw beleid dat op dat vlak te weinig inspanningen doet en te veel bespaart. Meer dan dat heb ik niet gezegd. Goed, de volgende actuele vraag is van mevrouw Caroline Genet tot mevrouw Hilde Krevits en die gaat over de mogelijke afschaffing van de expertise netwerken. Mevrouw de minister, meneer de voorzitter, dank u wel. Ik heb niks gezegd. U heeft mij het woord gegeven, waarvoor dank, meneer de voorzitter. Maar mevrouw de minister, we zullen het... Ja. Vanaf nu pleiten we dan ook voor een gelijke behandeling van alle leden van onze fractie, ja, meneer de voorzitter. Goed. Mevrouw de minister, we kunnen er even mee lachen, maar eigenlijk... is de vraag die ik u wil stellen heel wat minder vrolijk. Tenminste, als de informatie die de mensen in het veld hebben ontvangen klopt. In uw beleidsnota zegt u terecht en heel duidelijk dat u de leraar in het onderwijs centraal stelt. Dat u van lerarenopleiders en van de lerarenopleiding in het algemeen nog meer professionaliteit vraagt, nog meer professionalisering wil. En u zegt ook, de leraars die vandaag in de klas actief zijn, die hebben vaak nood aan extra zuurstof. Tot zover denk ik een analyse waar we het allemaal mee eens zijn over de grenzen van meerderheid en oppositie. Nu is er in het brede Vlaamse onderwijsveld één structuur die bezig is met het delen van expertise om de lerarenopleiding en de lerarenloopbaan nog professioneler te maken. En dat zijn de expertise-netwerken lerarenopleiding. Zij bestaan aan elke associatie, zij zijn regionaal georganiseerd, zij werken zeer goed samen over de verschillende provincies en regionale fora heen, maar... zij hebben als een donderslag bij heldere hemel, mevrouw de minister, te horen gekregen na het afsluiten van de discussie over de begroting in onze commissie onderwijs, dat zij met ingang van 1-1-2016 worden afgeschaft. En dat voor 2015 er ook in tegenstelling tot de besparing die u ons had gecommuniceerd in de commissie van 10%, dat er zomaar ineens €1 miljoen extra besparing bovenop komt. Dan is eigenlijk de vraag van die mensen die dag in dag uit bezig zijn met die omkadering van die leraars, waarom? Waarom doet u ons dit aan? Wij leveren goed werk, wij dragen bij tot de doelstellingen van uw eigen regeerakkoord, van uw eigen beleidsnota. Goed. En waarom komt u hier zo bruut en zo bot tussen vanaf 2016, maar ook al nu in 2015? Er staan alweer verschillende jobs op de helling door dit voorstel. Waarom? Waarom?
Mevrouw Krevet. Collega's, de expertise netwerken lerarenopleiding zijn denk ik in 2007 of 2008 gestart. Er loopt nu een, u zegt ja, het is één structuur, het zijn vijf structuren, één per associatie en Limburg wordt nog eens apart behandeld, daar is iets speciaals voor voorzien. Die werken nu een aantal jaren, de beheerovereenkomst of de samenwerkingsovereenkomst met de expertise, ik heb geen naam genoemd, hé, mevrouw? Anders komt je tussen voor een persoonlijk feit. Ik ben voorzichtig. Maar een beheerovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2015. Dus dan moet alles herbekeken worden. Ik heb inderdaad, mijn medewerkers van mijn kabinet hebben vorige week denk ik voor de eerste keer de mensen ontvangen van de expertise-netwerken. En daar gezegd, ja oké, wij stellen toch wel het hele concept in vraag. Niet omdat er slecht gewerkt wordt, maar omdat... We vaststellen ook op vandaag dat de lerarenopleiding as such aan een grondige hervorming, een grondige herziening toe is. Het studiewerk is volledig gedaan. Wij moeten, denk ik, in 2015 komen tot het concept waar we de lerarenopleiding vanaf 2016-2017 willen zien staan. Er moet ook een toelatingsproef komen voor wie wil starten. En vandaar dat ik ook gevraagd heb aan de expertise-netwerken, stel jullie werking nu eens volledig in vraag. Kijk eens of het niet efficiënter kan, ook in de toekomst. Er zijn nu, ik zeg het, vijf structuren. Is het zo evident dat het op die manier blijft in de toekomst? De bedoeling is dus om het nieuwe systeem of de nieuwe injecties die we willen geven aan de lerarenopleiding vanaf 2016, om dat volledig te herdenken. Ik ben er inderdaad nu mee gestart, mevrouw Genie, omdat ik het ook belangrijk vind om dat niet halfweg 2015 te blijven doen, maar om dat nu te doen. De expertise-netwerken komen volgende week terug naar het kabinet om verder te discussiëren. Ik heb u vorige week ook in de commissie gezegd, worden die afgeschaft? Dat is nog niet duidelijk. Komt er één netwerk? Want dat willen ze niet zo graag, heb ik zo het gevoel. Dat is ook nog niet duidelijk. Het pad loopt, de beheerovereenkomst loopt ook nog volgend jaar natuurlijk. Maar omtrent de toekomst, 2016, daar kan ik vandaag niet zeggen dat alles zal blijven bestaan zoals het is. Ik denk dat we de middelen die de lerarenopleiding willen versterken, dat we die niet per associatie elke apart, maar dat het beter is om dat globaal in de opleiding volledig te gaan stoppen. Mevrouw Genet. Ja, ik blijf bij de vraag waarom u één in 2015, ondanks het feit dat we hadden te horen gekregen in de commissie dat het om 10% ging, nu gaat het over veel meer. De netwerken vragen inderdaad om regionaal actief te kunnen blijven, omdat lesgeven in Brussel nu eenmaal iets anders is dan lesgeven in Limburg bijvoorbeeld. Wat echt onbegrijpelijk is, mevrouw de minister, is dat we echt op een hellend vlak lijken te zitten. Hè? Na de pedagogische begeleiding, de CLB's, de expertise, netwerken, de consortia, alles wat net overschrijdend is, wordt geviseerd, daar wordt in geknipt, dat wordt afgeschaft op termijn. En de professionalisering van de lerarenopleiding, hoe u dat gaat doen met minder middelen, dat is mij een raadsel, ondanks de goede wil en heel veel inzet en expertise op het terrein. Wie wens aan te sluiten? Meneer de Meijer. Voorzitter, mevrouw de minister, collega's, structuren hebben een betekenis, maar zijn geen doelstelling op zich. De fundamentele opdracht, dat is verdere ondersteuning van de lerarenopleiding, mevrouw de minister. En we hebben begrepen vorige week in de commissiebesprekingen dat daar hoe dan ook in de toekomst ruime middelen voorzien voor zijn. Mijn vraag is, wat is in de toekomst de fundamentele opdracht voor deze ondersteuning? Hoe wenst je die te realiseren en waar wenst je eventueel te heroriënteren? Ik begrijp ten volle dat je vandaag niet volledig op al deze vragen kunt antwoorden, maar dan denk ik wel dat we in de commissie daar verder een zeer duidelijk en concreet antwoord moeten op krijgen. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, ik heb u hier al een paar keer over ondervraagd, bij de begrotingsbesprekingen ook. U heeft mij toen inderdaad gezegd, we gaan dat evalueren en herbekijken. Maar dan zien we uiteindelijk de besparingen die moeten gerealiseerd worden, al vanaf 2015. En dan komt het er zo goed en zo kwaad op neer, dat die inderdaad worden afgeschaft. U heeft dat dan ook toegegeven in de commissie vorige week. U zei van...
de tijd van studeren is gedaan. We moeten nu maar eens implementeren wat in die expertise-netwerken tot stand is gekomen. Nu, dat was zeer praktijkgericht onderzoek. Universiteiten en hogescholen werkten daar samen, een vanuit de wetenschappelijke invalshoek, de ander vanuit de praktijk, over zaken zoals differentiëren in de klas, meertaligheid, dingen die leerkrachten echt kunnen ondersteunen, die een baat hebben in de lerarenopleiding, zeer zinvolle dingen. Ik begrijp niet dat u dan zegt van kijk, de tijd van studeren is gedaan, we moeten dat gaan implementeren. Zo'n praktijkgericht onderzoek over onderwijspraktijken, over het blijvend ondersteunen van leerkrachten in de klas, klassen en klaswerkingen die evolueren, ik denk dat je daarvan niet kan zeggen van kijk, de tijd van studeren is gedaan, we gaan dat nu implementeren. Dat blijft en zal altijd nodig blijven, dat studiewerk, die samenwerking tussen praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijk onderzoek. En dat kwam tot stand in die netwerken. Als u het afschaft, mevrouw de minister, vraag ik mij inderdaad ook af, wat komt in de plaats? Hoe gaat u lerarenopleidingen ondersteunen in een pedagogische methode? Mevrouw Kewits. Dank u wel, collega's. Ook bedankt voor de aanvullende vragen. Ik onderschrijf absoluut de nood, meneer De Meijer en mevrouw Meuleman, op gevaar af van het persoonlijk feit opnieuw, en mevrouw Gené, ook de leraren in de praktijk te blijven ondersteunen of sterk te ondersteunen in de toekomst. Maar als natuurlijk gezegd wordt, we hadden hier nu een systeem dat net overschrijdend is. Mevrouw Gené, het was één per associatie. En dan samen, de provincie Limburg samen. Wel, die samenwerkingsverbanden die zijn we nu ook aan het bekijken. En je kan, als je zegt, het is nu anders lesgeven in Brussel dan in een andere regio, dat is waar, u hebt daar gelijk in. Maar we zien tegelijk dat op vandaag de problemen met de uitstroom ook van jonge leraren, onder andere in Brussel, nergens zo groot is. Dus we voelen die lerarenopleiding moet au fond versterkt worden. Ik wil zeker, en ik kom daarmee aan de beide vragen tegemoet, maar ik heb dat ook vorige week in het parlement, in de commissie gezegd, ik wil ook in de toekomst zeker 1,5 miljoen tot 2 miljoen euro blijven stoppen elk jaar in het versterken van de lerarenopleiding as such. Maar de fundamentele vraag die ik mij stel, heb je die tussenstructuur zoals die nu op vandaag bestaat, is dat de ideale manier van werken? Hij heeft nu 7 of 8 jaar gewerkt, de beheerovereenkomst loopt sowieso ten einde en wat mij betreft moeten we ook durven ingrijpen daarop. Ik ben inderdaad nu tijdens de laatste maanden van dit jaar al het overleg gestart. Ik had perfect kunnen wachten tot januari, februari om dat te doen, maar ik doe dat niet. En ik ga er ook vanuit dat er wordt ook vergaderd aan een vrij hoog tempo, dat we daar met de expertise-netwerken uit geraken. Zoals ik heb vorige week bijvoorbeeld van Klassen nieuw businessplan ook ontvangen, zoals we ook daar door dat dossier geraakt zijn. Besparen is niet fijn, maar betekent niet dat we de middelen die er zijn niet meer optimaal kunnen proberen in te zetten. En dat is mijn bedoeling. Meneer De Meijer zei, daar zal ongetwijfeld ook in de commissie ook over die toekomst van die expertise-netwerken nog gediscussieerd worden. Ik heb ze nog niet afgeschaft, hè. Ze zijn decretaal mogelijk. Er loopt een overeenkomst tot eind volgend jaar. Die zal blijven lopen tot eind volgend jaar. Maar over de toekomst daarna, u zei het zelf, 1 januari 2016, of ze dan op die manier zullen blijven bestaan, dat is voor mij absoluut geen uitgemaakte zaak. Ik wil dat bijzonder kritisch ook gaan screenen, zonder afbreuk te doen aan de waarde van sommige onderzoeken die daar gebeurd zijn en de manier waarop sommigen ook gewerkt hebben. Mevrouw Gené, slotopmerking. Ja, ik hoor van de minister toch een engagement om de inspanningen te blijven leveren. Dan is het vreemd dat er inderdaad dit jaar 1 miljoen euro extra bespaard wordt. Als u die vanaf 16 wil compenseren, dan gaat u toch echt een deftig begrotingspad moeten uittekenen om dat te compenseren. Naast de schrapping van de middelen voor het lokaal flankerend onderwijsbeleid, naast de schrapping van de middelen op pedagogische begeleiding, naast de besparingen in de CLB's. Mevrouw de minister, het wordt heel veel en de mensen worden bijzonder onrustig. Dus ik zou zeggen, doe een begrotingsaanpassing liever vandaag dan morgen. Goed, dankjewel. Volgende actuele vraag is van de heer Bert Maartens tot mevrouw Lisbeth Thomas, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding over de afstemming van het Vlaams ICT-beleid op de uitrol van e-box door de federale overheid. Dank u, meneer de voorzitter.
Dank u. Na het toch wel gevoelige onderwijsdebat, misschien wat tijd voor een iets neutraler thema dat toch misschien minder in de gemoederen zal verhitten. Mevrouw de minister, beste collega's, ik weet niet of u de e-box kent, de e-box. Ik moet eerlijk zeggen, en u moet zich zeker niet schamen als dat niet zo is, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook contact mee gehad heb voor de eerste maal deze week. Wat is die e-box? Dat is een interessant project, een digitale brievenbus, waarbij de overheid, de federale overheid in dit geval, documenten uitwisselt met burgers en ondernemers. Er wordt vandaag zeer weinig gebruik van gemaakt. De RSZ en de RVA voor een aantal van hun producten. Maar wat nieuw is, en niet onbelangrijk, vanaf 2015, vanaf volgend jaar, worden de aanslagbiljetten voor de belastingen via die e-box verspreid. Nu, in uw beleidsnota, mevrouw de minister, gaat u radicaal digitaal. En dat steunen wij heel oprecht. Tegen 2020 wil u dat alle overheidsdocumenten op een digitale manier ontsluitbaar en beschikbaar zijn, ter beschikking gesteld worden en opgestuurd worden naar burgers en ondernemers. En u wil daarbij streven naar één loket, waarbij ook andere overheden daaronder dat loket, onder dat contactpunt, vallen. En dus is mijn logische vraag, ziet u zelf als Vlaams minister bevoegd opportuniteiten in dat e-box-systeem? En heeft de federale overheid bij de uitrol van dat project contact genomen, overlegd met de Vlaamse overheid om daarin onze projecten onder te brengen? Dank u wel. Mevrouw Hoomans. Dank u wel, collega Maartens, voor uw vraag en ook suggestie eigenlijk, want de eerlijkheid gebiedt mij ook om te zeggen dat ik nog niet zo vertrouwd was met het e-box-systeem. Om concreet te antwoorden op uw laatste vraag, nee, er is geen concreet samenwerkingsverband tussen de federale overheid en de Vlaamse overheid in zaken e-box, maar er zijn wel informele contacten geweest tussen de administraties. U hebt zelf onze doelstelling van radicaal digitaal aangehaald, zowel in het regeerakkoord als in de beleidsnota bestuurszaken staat dat heel duidelijk omschreven. U hebt zelf het opzet ervan uitgelegd. Ik ga er niet op terugkomen. Ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat we zoveel mogelijk als overheid digitaal aanbieden, het uitbouwen van ons Vlaams e-loket. Met die verstanden natuurlijk dat ik ook wel weet dat er altijd een segment van de Vlaamse bevolking zal zijn die niet mee is en dat je altijd zal op een andere manier dezelfde diensten zult moeten kunnen aanleveren. Nu concreet, om op uw vraag te antwoorden, vind ik het een nuttig instrument? Ja. Wil ik daarover contacten nemen met de federale overheid? Ja, omdat ik het redelijk absurd vind. Moesten alle verschillende niveaus van overheden aparte systemen ontwikkelen. Ik denk dat dat ook niet klantvriendelijk is naar de burgers. Dus uiteraard zijn wij bereid om contacten op te nemen, zeker bij de architectuur van het Vlaamse e-loket dat nu volop in werking is, om te kijken hoe dat we bepaalde elementen, zoals bijvoorbeeld de e-box, kunnen integreren. Dus ook al was ik niet vertrouwd met het onderwerp, meneer Maartens, ik dank u voor uw zeer waardevolle suggestie ter zake. Meneer Maartens. Dank u, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Ik denk dat het voor een overheid heel belangrijk is dat de dienstverlening kwaliteitsvol is. Ik denk dat de burgers, ondernemers daar het vertrouwen in de overheid uitputten. Dus die dienstverlening, ook de digitale elektronische dienstverlening, is van ontzettend groot belang. Ik steun dan ook zeker uw voorstellen om daar meer werk van te maken in uw radicaal digitaal programma. Het zou inderdaad absurd zijn dat alle verschillende overheden op zich hun eigen systeem gaan ontwikkelen. Ik denk dat het één loketprincipe voor burgers, voor ondernemers van bijzonder groot belang is. De vraag is ook of we daar zeker en vast wat mij betreft ook de lokale besturen, de gemeenten die nog de eerste toegangspoort zijn tot die burgers, om die te gaan betrekken. En pleit ik er alvast voor dat alle systemen geïntegreerd worden. Het is een beetje spijtig, een gemiste kans dat de federale overheid tot op vandaag nog geen contacten heeft gelegd om daar een integratie te doen, of heel weinig. Ik hoop dat wij het dan zelf maar doen en dat er een goede oplossing uit de bus komt. Dank u. Wens iemand aan te sluiten. Meneer de Meulemeester. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Het is inderdaad nog voor weinigen geweten dus dat om en bij de 11 miljoen Belgen eigenlijk kunnen gebruik maken van een e-box die toch al een tijdje bestaat, My Pension Dossier, waar toch wel ook door de federale overheid de voorbije jaren toch wel veel promotie mee gemaakt is. En inderdaad, het is een nuttig instrument eigenlijk om eigenlijk persoonlijke gegevens voor uw pensioendossier, al wat te maken heeft met sociale zekerheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, ga zomaar door eigenlijk, om dat in uw persoonlijke box te krijgen daarvoor.
denk ik dus dat het toch wel aangeraden is dat alles op elkaar afgestemd wordt, zowel federaal als Vlaams. En ik denk dus dat er een aantal zaken dus toch wel gemakkelijk kunnen, bijvoorbeeld bij de administratie van Financiën en Begroting, de autotax, registratierechten, ook veel informaties naar steden en gemeenten toe. Zou ik de minister toch wel de suggestie willen doen om toch wel zo vlug als mogelijk contact te willen nemen met daar federale Korea, om het een en ander af te stemmen tussen federaal en Vlaams. Meneer Van Malderen. Ja, voorzitter, de afstemming tussen wat federaal gebeurt en wat Vlaanderen als ambitie heeft, zou inderdaad een van de efficiëntiewinsten kunnen zijn, die ook minister Turtelboom in haar beleidsnota heeft ingeschreven. Nu, mevrouw de minister, ik wil vooral bij u appelleren aan uw bevoegdheid als minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, om u te wijzen op een zeer interessante studie die wijlen het IST als parlementaire instelling nog heeft gemaakt, en waaruit blijkt dat een belangrijk deel, en het is echt geen kleine groep, van mensen, ongeacht leeftijd, voorzitter, ongeacht scholing of IQ, moeilijkheden hebben met het praktisch toepassen van een aantal ICT-toepassingen, met name als het gaat over administratieve. Ik denk dat de website van het IST nog altijd ter beschikking is. Ik zou u aanraden om echt ab initio met die problematiek rekening te houden, ten einde ervoor te zorgen dat we geen bijkomende analfabetisme in onze samenleving tolereren. Mevrouw Holmans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nu, voor alle duidelijkheid, er is wel degelijk contact geweest met de federale overheid. Wel is waar geen samenwerkingsverband, maar wel informele contacten. Dus ik ben hier niet de grote verdediger van de federale overheid, maar de waarheid heeft natuurlijk ook haar rechten. Dat alles, en dat is dan een opmerking van collega de Meulenmeester geweest, die heeft gezegd van ja, het zou eigenlijk logisch zijn om alles op elkaar af te stemmen. Uiteraard, ik heb dat ook aangegeven in mijn antwoord. Het zou dom zijn dat de Vlaamse burger voor allerlei verschillende dienstverleningen met verschillende systemen, en dat die niet op elkaar zouden afgestemd zijn. Dus uiteraard. En meneer Van Malderen, ik dank u ten zeerste, en dat is oprecht bedoeld voor alle duidelijkheid, voor uw waardevolle suggestie. Maar ik denk dat ik ook wel in mijn antwoord daarnet heb aangegeven dat ik me er enerzijds van overtuigd ben en zeker van ben dat we ook altijd rekening moeten houden met een segment van de bevolking die geen toegang heeft tot ICT en dergelijke meer, maar dat we inderdaad wel de ICT zo breed mogelijk toegankelijk maken voor alle bevolkingsgroepen en alle kansengroepen. Dus bij deze zal ik uw suggestie zeker meenemen. Zonder opmerking. Ja, twee dingen, meneer de voorzitter. Eén, het is inderdaad zo, het is een instrument dat ontwikkeld is door de FOD, door Federaal Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Het zou nogal gek zijn dat elk niveau op zich, elke entiteit op zich, zelfs binnen de Vlaamse overheid of federale overheid of lokale besturen, hun eigen instrument gaan ontwikkelen. Dus integratie is van groot belang. En twee, het is gezegd, de toekomst luidt radicaal digitaal. Ik ben er rotsvast van overtuigd. We werken efficiënter op die manier en we moeten inderdaad, collega Van Malderen, ervoor zorgen dat iedereen mee is in dat verhaal en iedereen mee kan in dat verhaal. Mevrouw de minister, wat dat betreft rekenen wij ook op u. Dank u wel. De heer Christiansens heeft een vraag tot mevrouw Holmans over het Vlaams beleid in zaken het dragen van politieke, filosofische of religieuze kentekens door ambtenaren die in contact komen met het publiek. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, de Waalse minister van ambtenarenzaken, Christophe Lacroix, zei maandag in het Waals parlement dat hij ambtenaren die in contact komen met het publiek, dat hij die wil verbieden om uiting te geven aan hun religieuze overtuiging. Nu, het gebeurt niet vaak dat het Vlaams Belang het eens is met een Waals PS-minister, maar in deze kan ik het alleen maar volmondig met hem eens zijn. En hier in Vlaanderen geldt geen algemeen hoofddoekverbod, want daarover gaat het dan meestal voor personeel met een loketfunctie. Weliswaar bestaat er hier en daar lokaal in een aantal steden en gemeenten zo'n verbod. In een aantal andere steden en gemeenten is er dan helemaal niets. En er is zelfs een stad waar er eerst zo'n verbod was, maar waar dat uiteindelijk door een beslissing van de gemeenteraad weer werd afgeschaft. En dit komt de duidelijkheid en de rechtszekerheid allemaal niet te goede, mevrouw de minister. En de oorzaak van die onduidelijkheid die ligt hier bij de Vlaamse regering, die altijd geweigerd heeft om een algemene, een gans Vlaanderen geldende maatregel te nemen. De vorige regering schoof de hete aardappel door naar de leidende ambtenaren. En voor mij, partij, mevrouw de minister, getuigt dit niet van goed beleid. De verantwoordelijkheid
moet niet afgeschoven worden op leidinggevende ambtenaren met alle mogelijke personeelsconflicten van dien. Ik pleit daarom duidelijk voor een algemeen hoofddoekverbod voor ambtenaren aan het loket. Moet immers neutraliteit heersen. En vandaar ook mijn vraag aan u, mevrouw de minister, zal u alles bij het oude laten en de bevoegdheid om al dan niet een verbod op religieuze symbolen uit te vaardigen overlaten aan ambtenaren? Of zal u, net zoals in Wallonië het geval is nu, ook een initiatief nemen om een algemeen verbod uit te vaardigen in heel Vlaanderen, zowel voor de Vlaamse administratie als voor de ambtenaren van de lokale besturen? Mevrouw Holmans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nu, meneer Janssens, misschien voorafgaandelijk een aantal opmerkingen. Het Waalse voorstel waar dat u inderdaad nu een voorbeeld aan neemt en u heeft zelf een beetje het cynisme van uw vraag aangetoond, maar bon, het is u volstrekt om die vraag te stellen, dat gaat niet over een algemeen verbod. Hè. Dat is voor de Waalse ambtenaar, dat gaat niet over de lokale besturen. Ik erger mij er eigenlijk ook eerlijk gezegd een beetje aan dat u het altijd heeft over een hoofddoekenverbod, terwijl dat uw vraag eigenlijk heel anders was. Het ging over de neutraliteit van de ambtenaar. Maar dat gaat natuurlijk veel breder dan enkel en alleen het hoofddoek dragen. Ja? Ik denk dat we het daarover eens zijn. In uw vraag was u zeer genuanceerd over alle opzichtige kenmerken van religie en dergelijke meer. U, denk ik, hebt u ook aangehaald een hoofddoek, je hebt een kippeltje, je hebt een kruisteken en dergelijke meer. En nu hier op de bühne spreekt u enkel en alleen nog maar eens over een hoofddoekenverbod. Nu, u vraagt wat de intenties van deze Vlaamse regering. Hè. Gaan we het Waalse voorbeeld, dat nu blijkbaar uw grote voorbeeld is, volgen, ja of nee? Ik denk dat het regeerakkoord zeer duidelijk is. En excuseer u mij, meneer de voorzitter, het wordt een beetje saai, maar ik ga letterlijk voorlezen. We waken erover dat de dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. De leidend ambtenaren zorgen ervoor dat vooral de ambtenaren die in contact staan met het publiek aan deze vereisten beantwoorden. Dus wij gaan inderdaad voor neutraliteit, maar wij geven de verantwoordelijkheid aan de leidend ambtenaar waar we alle vertrouwen in hebben om daarop toe te zien of dat wordt nageleefd, ja of nee. Je hebt ook een bruggetje gemaakt naar de lokale besturen. Voor alle duidelijkheid, lokale bestuur, dat is de autonomie van de lokale besturen in kwestie. Net zoals het bijvoorbeeld de autonomie is, en er is uw collega Bonte ook al in de commissie inburgering verschillende keren op tussen gekomen en ook in de commissie onderwijs, bijvoorbeeld een hoofddoekenverbod, zoals u het noemt. Hè. Ik noem dat eerder het bewaken van de neutraliteit, maar dat is een semantische discussie volgens u, dat het in het onderwijs de vrijheid is van de inrichtende macht om dat te bepalen. Dus nee, als uw concrete vraag is, wil u als minister bevoegd voor bestuurszaken een algemene richtlijn uitvaardigen? Mijn antwoord daarop is nee. Meneer Janssens. Natuurlijk ten zeerste teleur, hè? Want of het nu gaat om het hoofddoekenverbod of over het neutraliteitsprincipe, zoals u het dan algemeen wil formuleren, als u kijkt naar de realiteit in de straten zoals Antwerpen, Brussel of mijn eigen stad Genk, dan weet u wat het probleem is. En de burger heeft recht op neutraliteit en dus ambtenaren met een hoofddoek zijn wat ons betreft uit den boze. En u was nochtans, ondanks dat u vandaag zeer onduidelijk bent en zelfs weigert om een dergelijk principe in te voeren, was u en uw partij in aanloop naar de verkiezingen nochtans heel duidelijk. U zei toen de N-VA in een persbericht, ondertekend door, hij is hier aanwezig, meneer Ben Weitz, maar ook Siegfried Bracke, zei u de N-VA wil dat de invoering van het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren op alle bestuursniveaus in 2014 voorwerp wordt van het regeerakkoord. Mevrouw de minister, de krantentitels waren duidelijk. N-VA wil nergens nog ambtenaar met hoofddoek. N-VA trekt naar verkiezingen met neutraliteit aan het loket. Mevrouw de minister, u moet toch oppassen dat u bij de volgende verkiezingen niet eenzelfde verkiezingsprogramma kan indienen, omdat er van het huidige niets gerealiseerd is. Mijn vraag, of mijn bijkomende vraag is, waarom wil u uw eigen partijprogramma niet in beleid omzetten? Wie wil aansluiten? Niemand wenst aan te sluiten. Mevrouw Holmans, wens u nog te reageren? Dank u, meneer de voorzitter. Misschien nog kort. Meneer Janssens, ik weet niet of dat u het beseft, maar in uw repliek hebt u ook enkel en alleen gehad over een hoofddoekenverbod. Ik wil waken over de neutraliteit. Ik denk de passage allicht saai, maar ik heb ze wel duidelijk voorgelezen uit het regeerakkoord. Is duidelijk.
Ik heb alle vertrouwen in de leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid dat zij er gaan op toezien dat die neutraliteit kan bewaakt worden. U verwijst nogmaals naar de lokale besturen. Ik heb u daarnet gezegd dat het de autonomie is van een lokaal bestuur om te bepalen wat neutraliteit is en in welke mate dat die moet nageleefd worden. En elk gemeentebestuur, elk lokale bestuur beslist daar autonoom over. Maar nog eens om concreet op uw enige vraag te antwoorden die u echt gesteld hebt, wil ik als Vlaamse minister een algemene richtlijn uitvoeren voor al de 27.000 ambtenaren in dienst van de Vlaamse overheid zonder de mensen die in het onderwijs staan en zonder de mensen van de lijn? Nee, want ik heb in tegenstelling tot u alle vertrouwen in de leidend ambtenaren dat zij erop gaan toezien dat die neutraliteit zal bewaard en bewaakt worden. Meneer Janssens, wel opmerking. Voorzitter, ten eerste, het stilzwijgen van de VLD in deze is ook veelzeggend. In de vorige legislatuur, toen men weliswaar nog deel uitmaakte van de oppositie, diende men hier zelfs een voorstel van resolutie in dat plots bij hoogdringendheid zou besproken moeten worden, waarin men ook pleitte voor het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren. Uzelf, uw partij, mevrouw de minister, ik heb het geciteerd, was in deze ook heel duidelijk. En het verschil tussen woord en daad bij N-VA-prominenten wordt toch wel steeds groter. Of het nu gaat over de staatshervorming, over de transfers, of nu over het neutraliteitsprincipe. Mevrouw de minister, u belooft het ene, maar u voert het andere uit. U belooft iets, maar u doet niets. En u heeft blijkbaar, mevrouw de minister, vooral een fundamenteel gebrek aan politieke moed. Volgende actuele vraag is van mevrouw Carolien Bastiaans tot de heer Ben Weits. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn over de loodsgelden in de haven van Rotterdam. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, goed nieuws deze week vanuit onze Vlaamse havens. Het MSC-schip New York heeft de haven van Zeebrugge en die van Antwerpen aangedaan. Een schip van net geen 400 meter. In ieder geval een van de grootste schepen die rondvaren ter wereld. En alvast het grootste schip, zeker ook ooit in de Berendrechtsluis en dus ook achter de sluizen in de haven van Antwerpen. Ik denk dat dat een zeer positief teken is. Het toont in ieder geval aan dat onze Vlaamse havens zich kunnen handhaven en zelfs versterken in de zeer concurrentiële containermarkt zoals dat we die op dit moment kennen. Anderzijds toont het zeker ook wel aan dat we erin slagen, dankzij de samenwerking tussen heel veel partners, om die grote schepen ook in onze Vlaamse havens binnen te krijgen. Dat is het resultaat van samenwerking tussen heel veel partners uit de nautische keten, die erin slagen om die grote zeereuzen, wat absoluut een huzarenstuk, onze havens binnen te krijgen. Nu, een van de belangrijke partners in die nautische keten zijn onder andere de loodsen. En de nautische keten, zoals we allemaal weten, is een van de belangrijke elementen ook wel in die concurrentiepositie, de kostprijs van de nautische keten, maar zeker ook de performantie en de betrouwbaarheid daarvan zijn zeer essentieel. De loodsen spelen daar een zeer belangrijke rol ook wel in. Nu, in dat kader vernamen we ook deze week dat de Nederlandse loodsen beslist zouden hebben om volgend jaar hun tarieven te gaan verlagen, dat die volgend jaar zouden dalen met 2%. En ik had dan ook van u, meneer de minister, graag vernomen hoe dat u eigenlijk naar die berichtgeving kijkt en welke impact dat u daarvan verwacht op de concurrentiepositie voor onze Vlaamse havens. Dank u wel. Ja, bedankt ook voor de vraagstelling. Natuurlijk, de concurrentiepositie van onze havens is een permanent aandachtspunt, niet alleen van mezelf, natuurlijk ook van de havenbesturen van de betrokken steden. Op dat vlak, als het gaat over de loodse tarieven, denk ik dat we wel in Antwerpen ook zeker concurrentieel zijn. Er is een studie van PwC die en tracht te vergelijken met andere havens, Hamburg, maar ook Rotterdam. Daaruit blijkt enerzijds dat we goedkoper zijn, dat Antwerpen goedkoper is als het gaat over de loodse tarieven per zeemijl. Dat is natuurlijk iets voor de hand liggender, omdat je natuurlijk veel meer moet beloodsen in Antwerpen in vergelijking met Rotterdam, maar dan is de verhouding, zeg ik even van buiten, van €685 per zeemijl in vergelijking met €193 per zeemijl. Maar ook als je in absolute kostprijs, ook dan komt Antwerpen er goedkoper uit dan Rotterdam. In de huidige situatie dan is het een verhouding van €17.000 versus €16.000. Twee,
ook in zaken de evolutie. De studie van PwC maakt ook de vergelijking, de evolutie van de loodsentarieven tussen 2007 en 2013, waarbij dat 2007 als 100% werd aangemerkt. En dan zie je dat de evolutie voor Antwerpen is een daling van de loodsentarieven, met 1,6% om precies te zijn, en in hoofde van de haven van Rotterdam een stijging met 3,6%. Dus, en dan maak je nog even een abstractie van de stijging van het consumptiecijfer, dus de indexcijfer, in vergelijking met 2007, 2013 was een stijging van 15,6%. Dus dat nog eens in alles in ogenschouw genomen, maakt dat we op dat vlak vandaag concurrentieel zijn. Wat is de redenering die men in Rotterdam vandaag gebruikt? Is men tracht door een hogere, het verdelen van de vaste kost over meerdere schepen. Men gaat uit van een sterke groei van het aantal schepen. Dat is een hypothese. En op basis daarvan zegt men, kunnen we het tarief lichtjes laten dalen en dus meer richting het Antwerpse niveau. Wat zullen wij doen? Wel, volgend jaar komt er ook een herziening, of tegen volgend jaar komt er ook een herziening van de loodse tarieven, ook wat Antwerpen betreft. Die gesprekken zijn gepland, zowel met de havens als met de havengebruikers. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Dat is natuurlijk concurrentiepositie. Dat gaat over de kostendekkingsgraad. En dat gaat natuurlijk over de evolutie. Van Bastiaans. Dank u wel, meneer de minister. U hebt inderdaad met een aantal cijfers aangetoond dat we het inderdaad niet slecht doen, hè, alle havens. Allee, hè. Dat klopt inderdaad, maar dat waakzaamheid in ieder geval wel geboden is. En dan ben ik ook blij om van u inderdaad te vernemen dat u die gesprekken ook wilt opstarten. En niet alleen te kijken naar de kostprijs, een belangrijk element, maar zeker ook naar die performantie en de werking van heel die nautische keten. Dus ik denk dat dat een zeer belangrijk gegeven is. En ik ga er dan ook vanuit dat we daar de komende maanden nog wel meer over zullen vernemen. En anders dan kom ik er nog wel eens even op terug. Wens iemand aan te sluiten? Mevrouw Toeran. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, gewoon een informatieve titel. Wij zijn afgelopen week met de commissie Buitenlandse naar Den Haag geweest. En daar hebben we de Vlaamse vaste vertegenwoordiger ontmoet. En die heeft gesproken over onderhandelingen die bezig zijn over de loodsentarieven, waar dat hij ook een belangrijke rol speelt. En hij heeft ons zelfs vervroegd moeten verlaten om naar Antwerpen te gaan aangaande die onderhandelingen. Maar wat dat ik vandaag lees, wat dat er nu is beslist vanuit Rotterdam, is een eerder een administratieve beslissing en een eigen overweging en heeft niks te maken met de onderhandelingen die bezig zijn. Dus mijn vraag is, verwachten wij in de toekomst nog een wijziging, nog een verdere daling van die loodsentarief? Want u heeft zelf juist aangegeven, we moeten die van Antwerpen ook herzien. Tegen wanneer verwachten we dat? Want hij was duidelijk, maar ik dacht dat dit een beslissing was dat toen samen met de Vlaamse vaste vertegenwoordiging is genomen. Maar ook in uw antwoord blijkt dat dat niet het geval was. Nee, van bezien. Ja, meneer de minister, u bewaakt het belang van de Antwerpse haven en dat is goed en belangrijk. Maar ik vond uw benadering in uw antwoord zeer eenzijdig. In die zin dat u enkel uitgaat en puur een argumentatie opbouwt op vlak van concurrentiepositie tegenover Rotterdam. Terwijl eigenlijk, dacht ik, dat we toch al lang in Vlaanderen gezien hadden dat ons belang ook in een samenwerking met de haven van Rotterdam ligt. In 2013 is er op vraag van de twee minister-presidenten, die van Vlaanderen en die van Nederland, een toekomstrapport geschreven door een expertencommissie, waar heel duidelijk in staat, als Delta hebben wij in een internationale concurrentiële positie, hebben wij alle belang bij om op vlak van investeringen, om op vlak van beleidsmatige omkadering, om op vlak van onderzoeksprogramma's, om te gaan samenwerken en ons niet steeds tegen elkaar te laten opstellen. Dus ik hoop dat u naast uiteraard en met het oog ook op het belang van wat er hier gebeurt, maar dat dat vertrekt vanuit een coöperatieve instelling tezamen met Rotterdam om de mondiale problemen in de ogen te kijken en niet enkel tussen Rotterdam en Antwerpen. Mevrouw de Ridder. Ja, eerst en vooral, meneer Bezien, ik denk als u de beleidsnota leest in het regeerakkoord, dat u zal moeten toegeven dat het hele beleid van de minister ook wel die ketenbenadering en die samenwerking uitademt. Dus maak u daar vooral geen zorgen over. Het is natuurlijk een ander debat. Hier worden geconfronteerd met de loodsschilden en de prijzen die daar in Nederland worden gehanteerd.
Nu, het stelt mij gerust, meneer minister, dat u er blijkbaar zo van nabij op zit. En ik zou u willen vragen om dat in de toekomst te blijven doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we naar een klantvriendelijke, betrouwbare dienstverlening gaan, maar die ook concurrentieel blijft. En ik zou u willen vragen van hier toch ook op in te zetten. Ik verneem dat de gesprekken bezig zijn. Ik ga ervan uit dat binnen dit en een paar weken, maanden ook binnen de Raad van Bestuur dat aan bod zal kunnen komen. Maar ik heb er alle vertrouwen in als ik hoor hoe u van nabij het dossier op dit ogenblik al opvolgt en mee bekijkt. Meneer de Klerk. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, meneer de minister. Ik denk inderdaad dat u het juist stelt dat de concurrentiekracht en ook collega Bastiaans en de klantvriendelijkheid, mevrouw de Ridder, zeer fundamenteel is. Maar die bestaat natuurlijk uit diverse onderdelen. We hebben de loodsgelden, we hebben de tariefprijzen die de haven van Gent heeft op status quo gezet, net zoals Antwerpen. Ik denk dat dat klantvriendelijk is, dat daar zeker geen stijgingen zijn. Maar natuurlijk ook infrastructuur. En in die zin is het fundamenteel dat er ook verder aan de infrastructuur van onze havens worden gebouwd. Specifiek voor de haven van Gent is er een dossier die zeer rijp is, die fundamenteel is voor de concurrentiekracht, voor onze meer dan 300 bedrijven, 60.000 mensen die daarin te werk gesteld zijn, om inderdaad vanuit Vlaanderen die engagementen ten aanzien van Nederland na te komen. En ook infrastructuur, reëel, meneer de minister, ik twijfel daar niet aan, kracht bij te zetten. Niet waar. Minister Wijd. Dank u wel. We zijn verschillende elementen aangehaald en ik onderschrijf natuurlijk ook het pleidooi van collega de Klerk. En trouwens, het is heel correct als je de kostprijs ziet, het percentage, het deel van de nautische keten, zoals u ook beschrijft, van die loodse tarieven bedraagt 2,5 à 5% van uiteindelijk het vaartarief. Dat is inderdaad beperkt. Er zijn nog andere elementen die spelen. Twee, wat u opmerkt, dat is een beetje een verwarring. Voor alle duidelijkheid, er zijn verschillende onderhandelingen lopende. Enerzijds, de loodse tarieven beslis ik autonoom. Ja? Ik organiseer daaromtrent gesprek met havens, met havengebruikers. Op basis van drie elementen, ik heb daar straks gezegd, concurrentiepositie en de evolutie van de prijzen, maar ook, vooral belangrijk, de efficiëntie van de dienstverlening, was ik vergeten. Dus de efficiëntie van de dienstverlening in de hoofden van de loodsen is een belangrijk criterium, was ik even vergeten. Maar ik heb meneer Buijsen gevraagd om een rol te spelen, en voornamelijk een rol te spelen in de onderhandeling met Nederland. Dat is een ander dossier. In onderhandeling met Nederland, dus ik heb twee hangende dossiers met Nederland afgewerkt, namelijk uitstaande loodse tarieven, dus onbetaalde facturen van Vlaanderen ten opzichte van Nederland, ten opzichte van de Nederlandse loodsen. Dat hebben wij nu afgewerkt, en denk met een billijke deal, waarbij dat we onder andere een factuur van 10 miljoen euro dat op tafel lag gereduceerd hebben tot 5,5 miljoen euro. Maar dat is afgerond. Een tweede element is de samenwerking met Nederland, de samenwerkingsovereenkomst met Nederland, die moet gesloten worden over het gebruik van de schelden op dat vlak. En dus de verschillende aspecten van de kosten, daar gaan we trachten deze maand te landen op een akkoord. Dus dat is dat verhaal, maar dat is gescheiden van de loodse tarieven, dat bepaal ik autonoom. En tot slot, ja, meneer Van Bezien, inderdaad, de samenwerkingslogica, maar als mij gevraagd wordt wat is de concurrentiële positie van Antwerpen ten opzichte van Rotterdam, dan geef ik een antwoord op basis van exacte gegevens en exacte cijfers. Slotopmerking, mevrouw Bastiaans. Dank u wel, meneer de minister. U zegt inderdaad terecht dat die kostprijs maar voor 2,5 à 5% deel uitmaakt van de hele kostprijs. Wat inderdaad beperkt is, maar gezien de zeer concurrentiële positie waar dat we op dit moment in zitten, is dat natuurlijk wel essentieel. Ja. En ik denk dat gezien het economisch belang, maar vooral de toegevoegde waarde en de tewerkstelling in onze havens, het van cruciaal belang is. Maar u hebt het zelf ook aangegeven dat u kort op de bal wilt spelen, dat u dat ook verder zal doen en samen met de collega's zullen we het verder mee opvolgen. Dank u wel. Volgende actuele vraag is voor mevrouw Elke van den Brand tot de heer Jo van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezond en Gezin, over de toegankelijkheid van kinderopvang voor kansengroepen. Collega's, de Sint is geweest. Fijne periode, feest voor alle kinderen. Voor 22.000 kinderen is de Sint maar kunnen komen na hulp van het OCMW. Ter vergelijking vorig jaar was dat voor 10.000 kinderen. Klinkt misschien als een fait divers, maar het toont aan hoe diep kinderarmoede gaat, hoe belangrijk het is om kinderen van bij de start een mooie start te kunnen geven.
En vorige week is het jaarrapport armoede verschenen en daar kregen we weer nieuwe cijfers waarin staat van kijk, een derde extra kinderen zijn erbij gekomen die opgroeien in een gezin in armoede. Dat kunnen wij niet tolereren. En uw regering, meneer de minister, stelt terecht de bestrijding van kinderarmoede als een prioriteit naar voren. Zegt terecht, daar moeten we op inzetten. En wat het jaarrapport zegt is van kijk, een heel belangrijke hefboom, een heel cruciale hefboom om dat te doen, is kinderopvang. Kinderopvang is een manier om kinderen van bij de start een kans te geven. Maar tegelijkertijd zegt dat rapport dat wij daar als Vlaamse overheid, of dat u daar als Vlaamse overheid, schromelijk in tekort schiet. Er is te weinig plaats in de kinderopvang. En vooral in die wijken, in die buurten, waar heel veel kansarmen wonen. Mensen die werken hebben voorrang, omdat er te weinig plaats is in de kinderopvang. Maar daardoor vallen net die kansengroepen uit de boot. De extra plaats wordt gecreëerd daar waar het al extra plaats, waar nu al infrastructuur is, door weer die meest kansarme wijken uit de buurt blijven. Dus u ziet dat de manier waarop onze kinderopvang georganiseerd is, maakt dat we structureel die kansengroepen eigenlijk weren uit onze kinderopvang, terwijl we weten dat net die kinderopvang zo belangrijk is om die kinderarmoede aan te pakken. Dus mijn vraag voor u, meneer de minister, is heel eenvoudig. Op welke manier zou u garanderen dat kinderen uit kansengroepen gegarandeerd plaats hebben in de kinderopvang zo snel mogelijk? Minister Van Deurzen. Collega, het kader waarin we werken is natuurlijk het decreet op de voorschoolse kinderopvang. En daarin staan inderdaad een aantal concepten beschreven die wij stelselmatig ook proberen te financieren. Hè, zowel in levensvatbaarheid, betaalbaarheid als in kwantiteit. Hè. Nu, als het gaat over de, wat wij noemen de trap 2, hè, dan gaat het over de inkomensgerelateerde plaats. Dan heeft u juist gezegd, er is een voorrangsregel in dat decreet ingeschreven. Voor ook de mensen die een opleiding moeten volgen om hun werk te behouden of hun werk te kunnen vinden. Dus ik vind dat op zichzelf ook op zich toch wel een element dat kansen kan verhogen. Maar er is ook een voorrang voor kwetsbare gezinnen. En er is ook ingeschreven dat u een bepaald percentage als aanbieder van kinderopvang moet realiseren voor wat betreft deze groep van kwetsbare gezinnen. Dus dat staat uitdrukkelijk in de regelgeving. Wij hebben ook met Kind en Gezin campagnes. Een aantal jaren geleden zijn we gestart met te sensibiliseren rond die sociale functie. Ook daar probeert Kind en Gezin natuurlijk op te sensibiliseren, dat is heel, heel logisch. U weet dat we naar een nieuwe tariefstructuur gaan, maar u weet ook dat we proberen voor een aantal kwetsbare groepen uitdrukkelijk de minimumtarieven zo laag mogelijk te houden. Het bestaande tarief voor de behartenswaardige situatie van het OCMW blijft bestaan. Er komt een minimumtarief van 3 euro voor degenen die in een activering opportuniteiten hebben en een bepaald inkomen hebben dat een val zou kunnen zijn, werken, niet werken. Kortom, we proberen op dat vlak ook maatregelen te nemen. Hè. Er zijn natuurlijk nog een aantal andere aspecten die we moeten meenemen om inderdaad de instroom en de toegankelijkheid van die kinderopvang voor de gezinnen die daar als kwetsbaar gezin best ook een plek zouden vinden om dat te verzekeren en te verbeteren. En dan denk ik vooral aan het lokale loket kinderopvang, wat zeker een rol kan spelen. En aan de huizen van het kind, waarvan wij hopen dat het de dynamiek op gang zal brengen rond de aansluiting van de groepen in de samenleving, ook die groepen uit die buurten, op de bestaande kinderopvanginitiatieven. En ik denk eerlijk gezegd dat daarmee een kader is gecreëerd dat toch alle mogelijkheden biedt om inderdaad deze sociale missie van de kinderopvang zo goed mogelijk te behartigen. En het is duidelijk dat we daarop ook volgende jaren zullen inzetten. U heeft dat gelezen in het regeerakkoord en ook de middelen voor 2015 zullen we uiteraard in toepassing van de tekst van het regeerakkoord trachten in te zetten. Volgende band. Ja, u zegt we hebben een kader gecreëerd. Ik wil het daar nu mee eens zijn, maar er is een enorm capaciteitstekort. Er zijn enorm veel plaatsen tekort voor kinderopvang. En wat het jaarrapport Armoede zwart op wit stelt, is dat daardoor systematisch een hele groep kinderen die in kansarmoede opgroeien, uit de boot vallen en niet terecht kunnen in kinderopvang. En we hebben, en dat weet u ook, tegen 2020 44.000 extra plaatsen nodig in de kinderopvang. We hebben vorig jaar, ik heb u net de cijfers opgevraagd, we hebben vorig jaar 1700 plaatsen gecreëerd. Ietsje meer, maar rond de 1700 plaatsen. Aan die tempo komen we er niet en zijn er te weinig plaatsen in de kinderopvang en zullen we niet kunnen garanderen dat alle kinderen een plekje hebben in de kinderopvang. Dus mijn vraag, ik wil ze anders formuleren, meneer de minister. Hoeveel extra plaatsen zal u in de kinderopvang realiseren in 2015 en hoeveel van die plaatsen zal voorbehouden worden voor kinderen die in kansarmoede opgroeien? Wie wenst aan te sluiten? Mevrouw Schrijvers. Dank u wel, voorzitter.
Kinderopvang heeft, collega's, inderdaad een pedagogische en sociale functie. En ik denk dat het nieuwe decreet daarvoor ook een goede basis biedt. Het heeft daar verschillende elementen over opgenomen. Onder meer de specifieke subsidie, de plussubsidie voor kinderopvang voor kwetsbare gezinnen ondersteunt. De minister heeft er ook naar verwezen. Ik denk, collega's, dat het belangrijk is dat we dan na verloop van tijd ook goed evalueren. Welk effect heeft dat nu gehad? Hoeveel plekken worden specifiek ingenomen voor die kinderen van kwetsbare gezinnen? Daarnaast zal er een nieuwe tariefstructuur komen met niet alleen het gewone laagste tarief, maar ook nog eens een individueel verminderd tarief voor mensen die gekend zijn bij het OCMW. Ik denk dat dat socialer is dan voorheen. En mijn vraag is aan de minister. Meneer de minister, hoe ziet u de implementatie daarvan? Wanneer zou dit er komen? Meneer Van Malderen. Ja, het reeds veel geciteerde decreet van 2012, meneer de minister, voorziet tegen 2020 het recht op kinderopvang voor elk gezin dat daar behoefte aan heeft en een recht op kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Nu, in uw begroting voor 2015 voorziet u 20 miljoen extra voor deze sector. Alleen is het hoogst onduidelijk wat u daar allemaal wil mee betalen. Er moet eerst nog onderhandeld worden over de CAO. We gaan eerst nog kijken wat er moet gaan naar eerste trap kinderopvang. En het is dus voor ons hoogst onduidelijk hoeveel plaatsen inkomensgerelateerde, betaalbare kinderopvang u wenst te realiseren in 2015 en hoe u daarmee tegen 2020 dat recht op kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang voor elk kind gaat realiseren. We zullen het graag weten, meneer de minister. Echt waar. Minister Van Deurze, mevrouw Jans, Lies. Dat heb je toch wel zo gedaan, maar goed. Nee, ik heb het niet zo gezegd. Nee, toch bedankt, voorzitter, dat ik het woord krijg. Nee, mevrouw Van den Branden en ook meneer de minister, ik denk dat het belangrijk is dat we toch stellen dat kinderopvang heeft zowel een economische als een sociale functie. Hè. Het economische is voor ons ook belangrijk. Wij vinden het zeer belangrijk dat mensen die wat gaan werken, dat die ook recht hebben op een kinderopvangplaats. Daarnaast, en zeer terecht, uw opmerking van ook het sociale aspect is belangrijk voor mensen die in armoede leven, is het heel belangrijk dat de kinderen pedagogische ondersteuning krijgen via de kinderopvang. Dus absoluut noodzakelijk dat we daar aandacht aan besteden, maar dat doen wij volgens mij ook wel. De minister heeft het aangehaald, collega Schrijvers heeft het aangehaald. Het decreet voorziet voldoende middelen, ook een volledig kader voor trap 2, voor dat inkomensgerelateerde. Het voorziet een kader voor trap 3, de plussubsidie, dus waarbij dat er echt wel voorrang is voor kwetsbare gezinnen in de kinderopvanginitiatieven die in dit systeem gaan werken. Dus wij voorzien daar inderdaad een heel kader. En stapsgewijs zal inderdaad naar 2020 dat recht op kinderopvang moeten gerealiseerd worden. En daarvoor zien we ook middelen voor de afgelopen jaren. Meer dan 100 miljoen, nu 20 miljoen. Wel, we zetten dat stapsgewijs verder, omdat dat belangrijk is. Minister Van Deurzen. Ja, ik ben het met mevrouw Jansen eigenlijk wel eens. Hè. Dus het is inderdaad nog een trap 3, waarbij een hele uitdrukkelijke opdracht aan de daarin gesitueerde kinderopvang wordt toevertrouwd. Collega's, maar er is ook geen nieuws onder de zon dat we over het budgettaire kader, de ruimte die er is voor volgend jaar, voordat het begrotingsjaar gestart is, nog geen concrete details geven. Hè. De bedoeling is dat we onderhandelen en kijken welke delen van dat budget voor wat moeten ingezet worden. En een deel daarvan, dus serieus, ik zie daar eigenlijk ook niet echt het probleem in, zal moeten voorbehouden zijn om te kijken wat met sociale partners moet gebeuren van de zelfstandige kinderopvang die een CAO onderhandelt. Hè. Dus het spijt me verschrikkelijk, dat is een overleg dat moet gevoerd worden en ik ben ook een beetje afhankelijk van de voortgang van dat overleg. En eens we daar een aantal zaken zien, zullen we inderdaad dat budget in de loop van de volgende weken, maanden, concreet toewijzen. Maar ik heb dat in de voorbije jaren eerlijk gezegd nooit anders gedaan. Hè. Dat is altijd het systeem zoals het functioneert. Nu, het is ook niet heel juist, wil ik toch even rechtzetten, dat die idee dat je zou investeren in trap 1 betekent dat je geen prioriteit geeft aan de inkomensgerelateerde kinderopvang. Want het is natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. Hè. Hoe meer we in staat zijn een goede kwaliteit en capaciteit te creëren, ook via trap 1, hoe meer mogelijkheden er uiteraard voor het publiek en voor de bedoelde doelgroepen ook zijn in trap 2. Dus het heeft wel het een en ander met elkaar te maken. Mijn bedoeling is om in de contouren van het decreet 3 ambities voor te zetten. Wij moeten die toegankelijkheid
absoluut bewaken. We gaan die capaciteit moeten uitbreiden en we gaan de levensvatbaarheid van die sector ook moeten blijven ondersteunen. En dat zullen we de volgende jaren ook geleidelijk aan moeten blijven doen. En dat proberen we ook in 2015 met de middelen te doen. Mevrouw Van den Brand, slotopmerking. Ik vind het hallucinant dat de minister zegt dat het gebruikelijk is dat we op een paar weken voor 1 januari nog geen zicht kunnen hebben op hoe de middelen in de begroting besteed zullen worden en dat u geen antwoord kan geven op hoeveel extra plaatsen u ambieert in het nieuwe jaar om te creëren in de kinderopvang. Ten eerste. Ten tweede, collega's, ik hoor u zeggen we hebben een decreet en daar staat alles in. Wel, het is niet zo dat er op papier op een decreet een engagement is dat de realiteit dat benadert. De realiteit is dat er enorme tekorten zijn en dat enorm veel kinderen in de kou staan, dat de kinderopvang nog lang niet behoeftedekkend is, zoals dat mooie decreet dat belooft. En een derde zaak, beste collega's, ik hoor ook de minister zeggen, ja, budgetair kader, dat is het standaard antwoord op iedere vraag die we hier stellen. Iedere euro die geïnvesteerd wordt in kinderopvang verdient zich meer dan dubbel terug op lange termijn, omdat je investeert in kinderen. Dat zijn ook economische studies die het ook aantonen. Dus het is een investering die loont, letterlijk en figuurlijk. Het is onze plicht om te zorgen dat ieder kind terecht kan in kinderopvang en u kan dat waarmaken. Dank u wel. Volgende actuele vraag is van de heer Ludo van Kampenhout tot de heer Philippe Muiters, Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. Over de toename van obesitas in Vlaanderen en de relatie met sport en beweging. Ik heb al wat bewogen. Meneer de voorzitter, meneer de minister, beste collega's. Vlaanderen wordt dikker. Volgens een onderzoek van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid kampt 51% van de Belgen. En laat ons aannemen dat er geen communautaire verschillen zijn, dus 51% van de Vlamingen met overgewicht. Dat is alarmerend, want drie jaar geleden was het maar 37%. 1 op de 3 Vlamingen heeft een BMI, een mooi Nederlands woord, Body Mass Index, tussen de 25 en de 30. Dat wil zeggen, dat is overgewicht. 14% van de Vlamingen heeft een BMI boven de 30. Die mensen leven constant, medisch gezien, in een gevarenzone. Dus dat is alarmerend. Het gevaar is ook dat we naar Amerikaanse toestanden gaan waar zwaarlijvigheid sociologisch als de norm wordt beschouwd. Nu, daar moeten we natuurlijk iets aan doen. Gezonde voeding is de eerste stap naar een gezond gewicht. Sport is het ideale medium om een gezond gewicht te bereiken of te behouden. Maar voor mensen met zwaarlijvigheid, meneer de minister, is de stap naar sport letterlijk en figuurlijk vaak te groot. Daarom dat we ook moeten inzetten om het bewegingspatroon van zwaarlijvigen en van iedereen in het algemeen te wijzigen. Is een trap nemen in plaats van de lift, een half uur wandelen, kan al een significant effect hebben op de levenskwaliteit en een opstap betekenen voor veel mensen naar sport. Je moet niet onmiddellijk de 10 miles van Antwerpen lopen, al wat bewegen kan al veel betekenen. Dus zeer concreet is mijn vraag, u doet veel initiatieven om de participatie aan sport in Vlaanderen te verhogen, met succes, maar of u ook initiatieven zal ontwikkelen om het bewegingspatroon van zwaarlijvigen, maar van de Vlaming in het algemeen te verbeteren. Minister Muiters. Dank u wel. En collega Van Kampenhout, u hebt het ook al gezegd, het is natuurlijk een complex probleem, obesitas. Ik zal daar ook met collega Van Deurze verder over spreken, want ik denk dat het effectief breder is dan sport. Maar u zei het, en ik ben het daarmee eens, bewegen is daar een belangrijk aspect. Nu, ik zie daar twee belangrijke elementen in. Als je zegt van, ik wil daar inzetten op bewegen of sporten, hè, want wandelen is ook sporten, joggen is ook sporten. Dus je kan de definitie van sport wil ik hier niet ter discussie brengen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je een aanbod hebt. En ten tweede dat het aanbod gekend is bij de mensen die beweging moeten doen of willen doen. Ik denk dat de twee belangrijke aspecten zijn. Ik wil eerst iets zeggen over het aanbod. Het aanbod moet voor mij vooral gericht zijn van jongeren tot ouderen. En jij weet, we hebben een aantal elementen naar jongeren toe. Ik denk aan de sportsnack, de sport na school, de multimove.
We hebben naar de ouderen ook al heel lang geleden een heel aanbod gedaan dat echt op bewegen is gericht op die stappen te zetten. De stapteller en dergelijke meer zijn daar elementen van. Maar een derde element, en daar zetten we nieuw op in, is dat we eigenlijk ook zien dat er heel wat mensen op het moment dat ze starten met een familie, als ze starten met een gezin te maken, als ze starten met te werken, dat ze dan stoppen met sporten. En daar wil ik in deze legislatuur extra op inzetten, het aanbod daar. Ook een aanbod doen buiten het klassieke aanbod, minder georganiseerd aanbieden. Dat je daar oog voor hebt. Dan het kenbaar maken. Tuurlijk, federaties, gemeenten en steden hebben daar een belangrijke rol in. Daarnaast kan je campagnes doen. We hebben in het verleden, denk ik, goede campagnes gehad waar nu nog altijd ook de website raadpleegbaar is. Ik denk aan gezond sporten. Ik denk aan sportslim, die elementen die we naar voren hebben gebracht. Maar we willen daar ook een extraatje doen en daar wil ik dan mee afsluiten. We zouden heel graag een grote campagne doen, naar bewegen en eigenlijk die als essentie geven, het is maak tijd om te sporten. Want dat is eigenlijk het punt, en maak er tijd voor. Zet in uw agenda ook tijd om te sporten, om te bewegen en dan hoop ik dat we effectief weer een stapje vooruit kunnen zetten daar. Meneer Kamprout. Ja, ik bedank de minister. De beroepsactieve bevolking is inderdaad een belangrijke doelgroep. Ik kan u zeggen, de stad Antwerpen, op ik denk 12 december zullen wij in ons centraal gebouw een liftloze dag houden. Dat is niet zo simpel, want het is een gebouw van 12 verdiepingen. Maar ik vind de initiatieven van de minister zeer goed gericht. En het is bemoedigend dat de minister naast een duidelijke visie op topsport, op breedtesport, ook een zeer duidelijke visie heeft om de bewegingsarmoede in Vlaanderen tegen te gaan. Dank u wel. Degene die wenst tussen te komen, moet minstens een BMI hebben van 25. Wie wenst tussen te komen? Niemand? Ah, sorry. Meneer Bayard, alsjeblieft. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, dank ook voor uw antwoord. Ik steun ook de vraag van collega Van Kampenhout. Maar vele mensen werken zeer hard en velen hebben nauwelijks de tijd en bovendien nog dient zowat vandaag in ons leven alles tegelijkertijd te gebeuren. Hè. Zowel privé als professioneel, zowel voor mensen die kinderen hebben dan geen kinderen. Daarboven pendelen zeer veel Vlamingen dagelijks van en naar hun werk, waarmee dat er ook nog minder tijd overblijft om te sporten, laat staan nog om sportverenigingen toe te voegen. Nu, uit onderzoek blijkt dat, weliswaar gepaard met een evenwichtige voeding, lichaamsbeweging leidt tot creatieve, productievere, gelukkige, maar ook gezondige medewerkers, werknemers, maar daarnaast ook, want dit is een ander debat, minder absenteïsme. Nu, in Angelsaksische landen, en ik spreek uit ervaring, is sport op het werk al geruime tijd ingeburgerd en ik vraag me af of we niet samen kunnen nadenken over meer pistes, over hoe men bedrijven, de medewerkers, de werknemers kan aansporen op in eerste instantie, in eerste plaats, op het werk ook aan sport, lichaamsbeweging te doen. Dank u. Meneer Beenders. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer de minister, ik denk dat we het belang van de sportclub ook niet mogen onderschatten in de strijd tegen obesitas. Ik denk met de vorige Vlaamse regering zijn er al tal wat initiatieven genomen om het laagdrempelige sportclub te bevorderen en om vooral die drempels waar sportclubs mee te maken hebben om die weg te werken. U heeft daarin gezet op een aantal factoren, psychologische drempels, financiële drempels, noem maar op. Maar sportclubs hebben het dikwijls moeilijk om met mensen om te gaan met obesitas, om die een bepaald programma aan te bieden dat eerder inzet op bewegen dan direct op topsport. En ik denk dat in het beleid om obesitas aan te pakken ook de sportclub niet vergeten mag worden en dat er op bepaalde momenten motivaties of stimulansen of instrumenten moeten gegeven worden, zodat ook de sportclub om kan gaan met mensen die met de belangrijkste drempel waar zij mee zitten, net obesitas, om die te overwinnen. Dus ik denk, meneer de minister, dat de sportclub in dit verhaal zeker niet vergeten mag worden. Minister Muiters. Dank u. Een paar elementen. Ik ben het met u eens. En ik had ook al de federaties genoemd, maar dat is voor mij de federaties met de sportclubs. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat motiverende begeleiders en motiverende bewegingsdeskundigen daar ook een element in kunnen zijn. We leiden zo'n mensen op en die kunnen effectief clubs ook helpen om die eerste stap van bewegen te zetten. Nou, meneer Bayard, u hebt vooral het gehad, en ik denk dat dat juist is,
op die beroepsactieve bevolking. Dat sport op werk, ik ben daar zeker positief over. Ik kan u zeggen dat collega Ben Weitz en ik zelf, die samen een kabinet delen, ook de nodige fitnesstoestellen op het werk hebben geïnstalleerd, zodanig dat ons medewerkers kunnen sporten op het werk. U spreekt van pendelen. Ik denk dat voor een aantal pendelaars het zeker eens moet overwogen worden of dat met de fiets naar het werk gaan ook geen optie zou kunnen zijn. Maar u zei ook van mensen zitten met kinderen en dergelijke meer. Voor mij is er ook een uitdaging naar de clubs en de federaties om juist bijvoorbeeld eens na te denken van wat doen we? Ik ben zelf terug veldvoetbal gaan spelen op het moment dat mijn zoon ging voetballen en ja, je staat daar dan toch maar. Dan kan je misschien even goed vanuit een club, vanuit een federatie een bod doen aan die ouders om op datzelfde moment ook sport te gaan doen. Al was het een heel ander iets, meer het bewegende, minder het sportieve, minder het zeker niet topsport, maar zelfs die competitie verbonden. Maar waarom kan je dan niet een bewegingsaanbod doen? Het zal die mensen waarschijnlijk vaak deugd doen als dat het geval is. Dus ik denk dat we... het is voor mij een nieuw actiepunt, maar een belangrijk actiepunt om naar die beroepsactieven echt eens te gaan kijken op welke manier gaan we tijd maken voor sport. En voor die categorie is dat zeker zeer belangrijk. Zonnebijking. Ja, ik wil nog eens benadrukken. Het is een ernstig probleem aan de kosten van zwaarlijvigheid of obesitas in het Latijn op 1 miljard euro per jaar voor de ziekteverzekering. Dus ik dank de minister voor zijn duidelijke visie. Er is inderdaad ook een verantwoordelijkheid voor de sportclubs en de federatie, maar het is bemoedigend dat de minister een zeer duidelijke visie heeft om de bewegingsarmoede in Vlaanderen tegen te gaan. Dank je wel. Dank je wel. Federaal geweest. Telt niet. Ja, eerste keer, maar meneer Van Kampenhout heeft federale ervaring, dus... Volgende actuele vraag is van de heer Jan Hofkes tot de heer Muiters over de invulling van vacatures op Brussels Airport. Meneer Hofkens. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik moet zeggen dat ik na de vorige vraag wat aarzelde om nog naar beneden te komen, maar ik heb uw wenken goed begrepen. Dat is beweging. Ik heb mijn stukje sport al gedaan en de leeuw is voor zelfs. Nee. Alle gekheid op een stokje. Brussels Airport slaakte een noodkreet enkele dagen geleden, omdat blijkbaar op de luchthaven van Zaventem honderden vacatures niet ingevuld geraken. Men spreekt over 500 vacatures die structureel permanent niet ingevuld raken. En men heeft een prognose die zegt dat men een groei kan realiseren van wel 10.000 jobs de komende jaar tot 2025. En het gaat om jobs, niet alleen technische functies, maar ook kortgeschoolde, laaggeschoolde. En het niet invullen ervan is natuurlijk een probleem, omdat dit een rem zet op de groei van de luchthaven. Maar des te opmerkelijker, omdat in het Brusselse stedelijk gewest de werkloosheid en de jeugdwerkloosheid toch nog altijd enorm pieken. En vandaar dat die toch onze bijzondere aandacht verdient. De luchthaven van Zaventem is een belangrijke groeipool. En het zou te betreuren zijn indien het niet kunnen invullen van vacatures een rem zou zijn op deze groei. Er worden daar diverse oorzaken voor geciteerd, onder meer de mobiliteit, openbaar vervoer dat niet afgestemd is op vaak variabele werkroosters, of een taalprobleem dat wordt gesignaleerd. En vandaar mijn evidente vraag, meneer de minister, welke initiatieven plant u en de VDAB eventueel en hopelijk in samenwerking met Actiris om dit probleem aan te pakken. Minister Muiters. Dank u wel. En meneer Hofkes, ik ben eigenlijk blij dat u de vraag stelt. Ten eerste omwille van het feit dat die 500 permanente vacatures die openstaan, mag niet verkeerd begrepen worden. Dit zijn niet 500 jobs die sowieso niet ingevuld geraken. Dat is 500 instroom, uitstroom. Dus er zijn van die 500 jobs worden de meeste wel ingevuld, maar ondertussen zijn er weer al nieuwe vacatures. En zo blijf je eigenlijk met een openstaande van 500 zijn, maar dat is niet die 500 zelfde die continu open blijven, voor alle duidelijkheid. Dat is het eerste. Twee, u hebt de knelpunten die er zijn, de grootste knelpunten die ondervonden worden, hebt u er al twee van genoemd. Dat is de drietaligheid. Er wordt bijna op alle luchthavenjobs drietaligheid gevraagd, of toch bij heel velen.
Ten tweede, de mobiliteit is een probleem, daar hebt u het ook over gehad. En drie, de flexibiliteit die nogal eens gevraagd wordt. Mensen moeten vroeg aanwezig zijn of heel laat aanwezig zijn. Dat zijn drie grote problemen. Nu, ik vind dat we in de luchthaven eigenlijk een hele mooie aanpak hebben. Van 13 oktober vorig jaar, 2013, hebben we het luchthavenhuis. En in het luchthavenhuis komt iedereen samen. Ik bedoel daarmee de drie bemiddelaars, Actiris, Forem en VDAB, maar ook de POM van Vlaams-Brabant, de VOCA Halle-Vilvoorde zit daarbij in, en bovendien de NMB's en de Lijn. Zij samen zijn de luchthavenhuis. En na dat jaar werken heeft men ook ontdekt, en dat vind ik een heel positieve zaak, dat zij beter de werkgevers hebben leren kennen en zo ook beter die vacatures ingevuld krijgen. Want zoals zo vaak, er wordt wel een vacature uitgeschreven, maar de competenties en talenten die je werkelijk nodig hebt, zijn daarvoor niet degene die in uw vacatures staan. Dus vanuit de VDAB is er een heel panoplie, maar de tijd zal het niet toelaten dat ik alles naar voren breng van elementen die al aangepakt worden of in aanpak zijn. Ik geef voor u eentje rond mobiliteit. De NMBS is akkoord gegaan dat bijvoorbeeld de Diabolo-toeslag, dat die niet geldt voor medewerkers op de luchthaven. Denk ik een belangrijke zaak in de mobiliteit. Of er is vandaag, gesprekken zijn er lopende met de MIVB om het aanbod meer op het werk af te stemmen. Maar zo kan ik u nog een heel pak, maar mijn tijd is om, zie ik, nog kunnen geven. Maar ik denk dat we eigenlijk een sterke basis hebben gelegd, die nu verder moet uitgerold worden op die luchthaven. Maar alle spelers doen mee. En dat, denk ik, is de sterkte van het nieuwe instrument, dat luchthavenhuis. Meneer Hofkes. Dank u wel, meneer de minister. Inderdaad, een mooi menu van acties die ondernomen worden. En ik denk dat we daar op de goede weg zijn. Nu heb ik er mij vanmiddag eens mee bezig gehouden om te doen alsof ik een Brusselse werkzoekende ben, jongeren. En ik ben eens naar de website van Actiris gegaan. En ik heb daar het sleutelwoord luchthaven ingegeven. Ik kreeg 16 vacatures. Ik heb het woord aéroport ingegeven, het Franse woord. Ik kreeg 0 vacatures. Dus ik zou toch durven pleiten, meneer de minister, ik weet dat wij in Vlaanderen zeer veel initiatieven doen, maar ik zou toch durven pleiten dat u toch ook eens... Ik heb het in alle mogelijke spellingswijzen gedaan, met en zonder accent. En zelfs in het Engels, nog opmerkelijker, meneer Sonders, in het Engels, airport, denk dat het juiste woord is, 29 vacatures. Dit maar om te zeggen dat er daar blijkbaar nog een probleem is en dat in de samenwerking die u hebt met Actiris, dat daar misschien toch ook nog eens de aandacht kan gevestigd worden op de win-win die we hier kunnen realiseren. Er zijn vacatures die kunnen ingevuld worden, er is een werkloosheid in Brussel, maar ik denk dat het van alle actoren en ook van Actiris in de eerste plaats toch een extra zetje verdient. Dank u. Dank u. Wie wens aan te sluiten? Wie wens aan te sluiten? Meneer Van Malderen, zeg. Meneer Botuinen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Hofkes legt eigenlijk heel nadrukkelijk de vinger op de wonden. Het is inderdaad onaanvaardbaar dat vacatures blijven openstaan in de Vlaamse rand. En er duizenden, vele duizenden jongeren hier in Brussel werkzoekend langs de kant blijven staan. En u beseft dat al lang, meneer de minister. In 2011 heeft u al een samenwerkingsakkoord gesloten, VDAB Actiris, met daarbij het engagement om per jaar minimum 1500 vacatures uit de Vlaamse rand ter beschikking te stellen aan Actiris om die Brusselse werkzoekenden aan een job te helpen en de vacatures die hier in de Vlaamse rand moeilijk ingevuld geraken uiteindelijk wel in te vullen. U zou 6 werkzoekenden krijgen per vacature van Actiris. Als ik meneer Hofkes hoor, dan is ons samenwerkingsakkoord van 2011... helaas nog niet geslaagd te noemen. Dus wat zal u doen om dat effectief tot uitvoering te brengen? Wat kan u doen om die 1500 arbeidsplaatsen per jaar effectief in te vullen? Mevrouw Talpen. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, nu, de problematiek is niet nieuw. En er zijn inderdaad een drietal basisproblemen. Dus de knelpuntvacatures voor technische beroepen, de kennis van de tweede landstaal en de gebrekkige verbinding via het openbaar vervoer, in het bijzonder, zoals u aanhaalt, bij late en vroege arbeidstijden. En het blijft immers een vreemd verhaal dat de luchthaven, die per definitie nooit slaapt, niet continu bereikbaar is door het openbaar vervoer.
En mijn vraag aan u is eigenlijk, want Brussels minister Pascal Smet heeft aangekondigd initiatief te nemen om te gaan praten met de MIVB, of u bereid bent een breder overleg op te starten tussen de ministers van Werk en Mobiliteit van de twee gewesten om aan deze problematiek te remediëren. Dank u. Meneer Van Malderen. Ja, voorzitter, om de zoveel tijd hebben we het over de relatie tussen Zaventem en de Brusselse arbeidsmarkt, maar meteen ook de complexiteit en de hardnekkigheid van dat probleem onderschrijft. Een vaststelling die een beetje haak staat op eerdere beweringen van sommige partijvoorzitters, als zou iedere jongere met een cv wel aan een job geraken. Maar ik stel vast inderdaad dat minister Smet zijn verantwoordelijkheid pakt op het gebied van mobiliteit. Ik raad, en ik zit daar op dezelfde lijn als collega Botuinen, toch ook u aan om die samenwerking met Actiris te bekijken. Want als de collega zich inleeft in een Brusselse jongere die amper vacatures vindt op een plek waar er kennelijk enkele honderden zijn, ja, dan is dat uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid van VDAB om vacatures door te spelen aan Actiris. De vraag is, als er zo weinig zijn, laat men ze dan niet doorstromen. En tweede, verantwoordelijkheid van Actiris om met die vacatures aan de slag te gaan en jongeren toe te leiden naar die jobs die er zijn. Die samenwerkingsakkoorden zijn niet nieuw. We hebben altijd gehoord van het gaat de goede richting uit. Alleen moet ik vaststellen dat we hier wel goed blijven die oproepen horen. Dus ik zou zeggen, meneer de minister, meer ambitie zou u sieren. Minister Muiters. Dat is omdat u niet alles kent natuurlijk, meneer Van Malderen. En dat kan ook niet, niemand kan alles kennen. Maar ten eerste, ik wil het hebben over die databank. En die databank is er, hè. Er is een deeldatabank, wellicht nog niet door Actiris in veld gezet, nochtans dat zou moeten, want zij zijn partner in het luchthavenhuis, dus zij zouden diezelfde moeten hebben. In die databank zitten alle luchthavengebonden vacatures. Daar is het zelfs zo dat er een speciale module is gegaan naar mijn VDAB voor de werkgevers, die het mogelijk maakt om zelf uw vacatures als werkgever daarop te zetten, waarbij de VDAB nog helpt om die vacatures op de beste manier te gaan beschrijven. Het is zo dat vandaag 96 van de 260 bedrijven in de luchthaven daarmee samenwerken en een accountmanager zal de volgende weken en maanden al die anderen die er nu nog niet in zitten gaan bezoeken om hen uit te leggen welke de meerwaarde is van die medewerking aan mijn VDAB voor de werkgever om de vacatures op te zetten. Die samenwerking die slaat natuurlijk niet alleen meneer Botuinen op de luchthaven, die slaat natuurlijk op heel Vlaams-Brabant. En ik kan zeggen dat op de luchthaven alleen het afgelopen maanden er 450 plaatsen, als ik het juist heb, maar het is iets dat uit mijn geheugen komt, 450 plaatsen dat die effectief zijn ingevuld vanuit Actiris naar de luchthaven, gebonden activiteiten op de luchthaven. Ik ben dus wel wat verbaasd met de opmerking, maar het zal wel juist zijn, ik zal dat ook opnemen met Actiris, om effectief te zeggen dat zij ook die databank dan effectief gaan gebruiken. Mevrouw Talpen, u vraagt naar MIVB toe. Uiteraard, het is het luchthavenhuis die zelf vandaag met MIVB die gesprekken voert. Daar zit VDAB in, daar zit Actiris in, daar zit Forum in. Ik ben heel blij dat ook collega Pascal Smet zich daarachter zet. Ik zet mij daar volkomen achter om dat te bekijken. We hebben met NMBS, vind ik al, een goede deal gedaan, dat die Diabolo-toeslag niet moet betaald worden daar door die medewerkers. Dus ik denk dat dat een goede zaak is. U sprak ook van de knelpuntvacatures, waarop zijn die? Ja, daar proberen we vanuit VDAB met een sterk programma op te remediëren. Er is voor de luchthaven een IBO is individuele beroepsopleiding, dat is het leren werken op de werkvloer, de opleiding krijgen op de werkvloer. Er is een IBO-consultant specifiek voor de luchthavengebonden activiteiten. Dus om daar met de kennis van zaken die ze ondertussen hebben opgedaan, de juiste profielen te selecteren die dan met opleiding effectief op de werkvloer aan de slag kunnen. Er is een speciaal programma Nederlands op de werkvloer, ook voor de luchthavengebonden activiteiten. En er zijn specifieke opleidingen, door dat jaar meegaan. Weet u dat voor elk bedrijf heeft maar één accountmanager. Niet een accountmanager heeft één bedrijf, maar elk bedrijf heeft één accountmanager. Dus je hebt als bedrijf uw aanspreekpunt binnen dit luchthavenhuis.
En zo heeft die accountmanager veel beter zicht, die bemiddelaar veel beter zicht op wat jij als bedrijf juist moet hebben. En op die manier kan er ook specifieke opleidingen gegeven worden. Dus ik rond af, ik denk niet dat ik een tentje moet bijsteken, omdat we opnieuw echt proactief aan het werken zijn. Maar de uitrol van wat er vandaag gebeurt, moet verder gebeuren. Zoals ik zei, 96 bedrijven, dat zouden er nog dik boven de 100 moeten worden, maar de basis is er. En ik denk dat de VDAB hier samen met zijn partners echt een voorbeeld heeft gedaan van hoe pak je een probleem aan. Meneer Hofkes, slotopmerking. Dank u wel, meneer de minister. Inderdaad, ik onderschrijf volledig dat de initiatieven die werden genomen zeer goed zijn en succesvol zijn. Alleen, denk ik, is het wel goed om ook te zien of alle andere partners, en met name Actiris, even vlot mee fietsen in dat verhaal om het toch terug over sport te hebben. Dank u. Volgende actuele vraag is de heer Matthias de Klerk tot de heer Philippe Muiters. En die gaat over de verplichte brugpensioneringen bij Delhaize en de activering van oudere werknemers. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister, collega's. Ik denk dat menig burger met argusogen de ontwikkelingen volgt in het kader van het sociaal overleg bij Delhaize. In het kader van een herstructurering waarbij de intentie is vanuit het management, patronaat, de werkgever van Delhaize, om eigenlijk de intentie te hebben om 1300 werknemers verplicht met brugpensioen te sturen. Ik moet zeggen, meneer de minister, mijn fractie, wij liberalen, zijn verontwaardigd. Verontwaardigd omdat dat eigenlijk haak staat op elke intentie van deze regering, van de federale regering, ook van werkgevers zelf, om mensen langer aan te zetten om langer te werken, terwijl men hier het tegendeel zou doen in de realiteit. Verontwaardigd ook, omdat men op deze manier eigenlijk de intentie heeft om de kost op de samenleving af te wentelen. Maar ook verontwaardigd, los van de cijfers en de kosten, welk maatschappelijk, menselijk signaal hier wordt uitgestuurd. Want eigenlijk zegt de werkgever hier, de Delhaize, van kijk, elke 55-plusser, of dat je nu goed bent of niet, of dat je gemotiveerd bent of niet, of dat je goesting hebt om te werken of niet, je wordt buitengezet. Tout court. Geen keuze, geen mogelijkheden. En dat is eigenlijk een houding die wij toch wel betreuren en die haak staat op elke beleidsintentie en die een slag in het gezicht is, niet alleen van de samenleving, maar van elke 55-plusser. Vandaar, heel eenvoudig, meneer de minister, mijn vraag. Welke stappen zal u als minister ondernemen om het beleid van een verlengde actieve loopbaan gestand te doen? Dank u. Minister Muiters. Dat is natuurlijk, u geeft een moeilijke inleiding, want u geeft een inleiding rond een specifiek geval waar dat sociaal overleg nog bezig is en waar het moeilijk is om over te spreken. Ik denk dat het heel duidelijk is welk standpunt ik heb over het brugpensioen. Ik ben heel blij dat de federale regering in haar regeerakkoord de stappen om aan te kunnen sluiten bij een brugpensioen, maar dat noemt vandaag stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelagen, dat eigenlijk vermoeilijkt wordt, moeilijker wordt. Er wordt ook gezegd, ja, maar meneer de minister, dat is allemaal niet zo erg, want die mensen moeten blijven actief zijn op de arbeidsmarkt. Maar ik denk dat u direct ook begrijpt dat als je in vele gevallen, of in sommige gevallen, tot 80% kunt krijgen, ook een cijfer dat in deze context is, dat je voor 20% meer 5 dagen moet gaan werken, of voor 80% weder niet moet gaan werken, dat het niet makkelijk is om die mensen tot activeren te brengen. Ook niet vanuit een werkgeversstandpunt, om zo mensen dan effectief een job te bieden. Maar dus dat is eigenlijk die context die er is, die wetgeving die wat mij betreft effectief snel mag weer een stap verder zetten naar minder interessant worden. Maar dat is die zaak. En dan vraag ik u van, en wat doet u naar die langduriger aan de slag blijven? En voor mij zijn er verschillende aspecten. Ik zal ze zeker niet allemaal op de 40 seconden nog kunnen weergeven. Maar een van de belangrijkste wat mij betreft is nadenken over de loopbaan. Ik heb een loopbaancheckje voorgesteld. De loopbaancheck is vandaag in werking, heeft ook redelijk wat succes. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat iedereen op een bepaald moment wel eens moet nadenken van wat doe ik nu en waar wil ik naartoe, naar de toekomst. Wil ik wat ik nu doe ook in de toekomst nog doen? Wat ken ik, wat kan ik en waar wil ik naartoe? En daar de mensen bij begeleiden, zodanig dat men blijft geïnteresseerd zijn in de job die men heeft, is voor mij een van de heel belangrijke. Een tweede, en daarmee zal ik dan moeten afronden, vrees ik, is de werkbaarheid. Werkgevers moeten... Ik mag langer. Ja, sympathiek. Maar de voorzitter beslist dat, denk ik. Maar de werkbaarheid is er een tweede.
De werkbaarheid is er een tweede. En die werkbaarheid, daar is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de werkgever om daar rond te werken. Maar diegenen die daar projecten rond willen doen, zullen er zelf steun kunnen en willen geven. Ik kan er, en dat zal ik dan in de repliek doen, want ik begrijp dat er zijn die effectief nog vragen zullen stellen. Dank de rest u. Mee. Dank u, meneer de voorzitter. Dank u, meneer de minister, voor uw antwoord. Het is inderdaad een bevoegdheid van de federale collega's, maar ik denk, het is de federale minister van Werk, meneer Peters, die daar zal over moeten honoreren of niet honoreren. Natuurlijk, het overleg is bezig, laten we dat afwachten. Maar de intentie bestaat en het gaat mij over principes. En ik denk dat het echt belangrijk is dat minister Peters, mocht hij dat erkennen, dan trekt hij gewoon een streep door uw activeringsbeleid die hij mee heeft opgezet. En dit zou onaanvaardbaar zijn en zou ook een signaal zijn maatschappelijk waarbij dat elke 55-plusser per definitie wordt afgeschreven en eigenlijk langs de kant met geld wordt gezet. Dat is niet het maatschappijmodel waar wij als liberalen in geloven. Dus ik denk dat iedereen er moet doen open om minister Peters daar op scherp te zetten. Wie wens aan te sluiten? Nu bij de SPA is alleen nog meneer Van Malderen die tussenkomt. Meneer Van Malderen, alstublieft. Dank u, voorzitter. Want we maken hier toch wel een bijzonder raar dossier mee. Enerzijds een werkgever die in tegenstelling tot alle retoriek verplicht mensen op brugpensioen wil sturen, 1300. Twee, meneer De Klerk vanuit de VLD, die vervolgens de werkgever kapitelt. Dus het is niet vaak voorkomend, maar ik denk dat het in deze begrijpelijk is. En dan minister Muiters, die trouwens in deze, vind ik, de juiste kant kiest. Hè. Maar dan minister Muiters, die als antwoord op een herstructurering waar overleg loopt en waar 2500 mensen eigenlijk in vooropzeg zijn geplaatst, waar men gezegd heeft, we gaan 14 winkels sluiten, is het antwoord van de minister in deze, we gaan nadenken, we gaan denken aan loopbaanchecks en we denken aan werkbaar werk. Het antwoord, meneer de minister, had toch wel even dichter bij dit dossier kunnen zijn. En mijn simpele bijkomende vraag, meneer de minister, is van welke houding zal u aannemen ten aanzien van minister Peters in dit dossier? Meneer Hofkens. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is inderdaad zo dat brugpensioen, SWT, een te gemakkelijk alternatief is bij herstructurering, zowel voor werkgevers als voor werknemers. En onze fractie, onze partij, al jarenlang is eigenlijk tegen dit soort brugpensioensystemen. En ik ben dan ook zeer blij dat in het federale regeerakkoord, en dat zal nu hopelijk ook geconcretiseerd worden, dat die leeftijd ook bij herstructurering van 55 jaar opgetrokken zal worden naar 60 jaar. En dat denk ik is het beste middel om die te vermijden, want zolang die wettelijke mogelijkheid er is en blijft, zal die gebruikt worden. Dus het enige oplossing hier is afschaffen, het niet meer mogelijk maken om dit te doen. Meneer Van Rompuy. Nu op het moment dat aan iedereen gevraagd wordt om langer te werken, om de pensioenen betaalbaar te houden, is dit natuurlijk, los van de vraag over de wettelijke mogelijkheid, een verkeerd signaal. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook in dit specifieke dossier oog hebben voor het feit dat men spreekt over een verplichte brugpensionering. Ik denk niet dat dat vaak voorkomt en dus geen enkel verschil maakt tussen de wil van de werknemer zelf om al dan niet door te werken. Maar ik maak daarbij ook de volgende bedenking, namelijk dat voor 55-plussers, die realiteit mogen we ook niet uit het oog verliezen, indien zij nu een nieuwe job moeten zoeken op de arbeidsmarkt, dat de kans zeer klein is dat zij er één zullen vinden. En daarom dat het zo belangrijk is dat zij niet alleen begeleid worden, maar dat we ook werk maken hier in Vlaanderen van de doelgroepkorting, de hervorming daarvan, en dat we die zeker op de 55-plussers meer dan ooit concentreren, zodanig dat het aanbod aan jobs, en dat is het echte probleem, het aanbod aan jobs voor die 55-plussers fors kan toenemen. Minister Muiters. Dank u wel, meneer Van Malderen. Ik weet niet welke vraag dat u hebt gehoord. Ik heb die inleiding gehoord, maar de vraag was, wat gaat u doen om mensen langer aan het werk te houden? De vraag was niet, wat vindt u van de brugpensionering? De vraag was niet, wat vindt u van de brugpensionering bij de lijzen? Maar waarschijnlijk hebt u een andere vraag gehoord dan dat ik heb gehoord. Maar de vraag was, wat gaat u doen binnen uw bevoegdheid rond langer werken?
Daarop heb ik een antwoord geboden. Daarop ben ik begonnen met een antwoord, heb ik heel duidelijk gezegd. Als u wilt, kan ik daar in de commissie of nu nog veel langer op doorgaan. Daarbij, dat kent u. Maar wat dat u naar voren brengt, en ik begrijp het echt niet. Uw partij zat mee in de regering toen de loopbaancheck is goedgekeurd. De loopbaancheck is besproken geweest en u doet hier alsof u gaat studeren. Nee, meneer Van Malderen, de loopbaancheck bestaat vandaag. Maar zie dat u niet alles wist. Ik wist dat u niet alles wist. Ten tweede, dus ik heb geantwoord op die vraag. Wat ik niet ga doen, en ik verwacht dat iedereen het daar ook mee eens kan zijn, is dat in een dossier waar het sociaal overleg loopt, een mening geven vanuit het beleid. Ik denk dat dat niet hoort op het sprekersstoelte. Als ik dat wil doen, zal ik dat aan de werkgevers van de lijst doen of aan de vakbonden, maar onder vier ogen. Daar ga ik niet op tussenkomen. Ik denk dat algemeen, en meneer Hofkes heeft het standpunt van mijn partij nog eens herhaald, over brugpensioenen. Ik denk dat daarmee, wat dat dossier betreft, meer als genoeg is gezegd. Ik denk dat u ook het principe weet en dat dat een verkeerd signaal is. Ik ben ook alles aan het doen om te zorgen dat mensen langer gaan werken. Als ik zeg dat ik van 52 mensen blijf activeren die nu op 52 uitstromen en werkloos worden en dat ik die blijf begeleiden nu al tot 60 en dat ik in deze legislatuur naar 65 wil gaan, dan denk ik dat u weet wat dat mijn bedoeling is. Als we een RSZ-korting willen gaan geven, dat we daar eigenlijk één van de drie doelgroepen, de 55-plussers, nemen, dat we dat zeker gaan doen voor de 55-plussers die werkloos worden of werkloos zijn, is vanzelfsprekend. Maar dat we daar zeker ook, en dat is een van de elementen die ook uit de buchtstoelprocedure is gekomen, iedereen voelt dat ook in het retentiebeleid voor een bedrijf voor 55-plussers. Meneer Van Malderen, dit zijn allemaal maatregelen, maar ik begrijp dat u niet altijd alles volgt. In elk geval, maar u was aan het babbelen met meneer Cambé en ik was het over de maatregelen aan het nemen en dat is de reden waarom dat ik het nu naar voren breng. Maar in elk geval, die 55-plussers, naar het retentiebeleid van die 55-plussers, zullen we ook met die RSZ-korting inzetten. Dank u meneer de voorzitter. Ik vind het de oproep van de minister correct dat we inderdaad ook sireen het sociaal overleg moeten respecteren en afwachten. Mijn punt natuurlijk, collega's, is het principe. En dat is belangrijk, dat we inderdaad zien dat op Vlaams niveau daar offensief wordt gegaan naar activering, naar stimulering van een hand te reiken aan mensen die op straat te komen staan om ze te herkanaliseren naar een nieuw perspectief, een nieuwe job. Ik lees dat ook in uw beleidsnota. Dat is zeer goed, meneer de minister. Ik zeg alleen dat het belangrijk is dat conform het regeerakkoord, collega, inderdaad het federale eenmaal sociaal overleg is afgerond, daar effectief conform met die filosofie wordt gehandeld. Anders zou er een streep worden getrokken onder een offensief, positief Vlaams beleid. En meneer Van Malderen, mijn partij, wij zijn een liberale partij. Werkgever, werknemer, het gaat om principes. Sterft gij oude gedachten, activering, mensen naar een job toeleiden. Dat is onze baseline. Ik kom mee. Ja, voorzitter, dank u wel. Gewoon omdat de reactie van de minister, die daar straks zelf heeft gezegd dat hij aan het nadenken was. Kijk, ik vind, de collega's mogen allemaal over het federaal regeerakkoord hier komen spreken, zoveel of dat ze willen. We kunnen misschien een keer plenair over het federaal regeerakkoord doen. Het punt is, de minister is bevoegd. En hoeveel dat men ook wil spreken over het federale, de minister is bevoegd. Hij moet een advies geven daarover. En de vraag was wel gesteld wat de Vlaamse regering daarover vindt. En de minister heeft zelf gezegd dat hij gaat nadenken over een aantal dingen. Dus moet hij niet te flauw komen doen op het sprekersstoel. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Het enige dat ik vraag aan de regering is, doe het een beetje normaal als er een vraag gesteld wordt. En er worden op veel vragen niet geantwoord. Ik heb de indruk dat die Vlaamse regering vooral aan het uitleggen is wat dat ze allemaal niet kunnen doen. Hè. Dat is al heel de middag. Hè. Ook over de kinderopvang en hier ook op dit debat. Nee, daar wordt niet meer op gereageerd. Wordt er persoonlijk. Volgende actuele vraag is van mevrouw Katja Segers tot mevrouw Joke Schouwvliegen, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de aanpassing van het GRUP, Vlaams strategisch gebied rond Brussel en het dossier YouPlace. Zeg ik dat goed? Mevrouw de minister, een paar weken geleden heeft YouPlace een triomfantelijke persconferentie gegeven waar uiteindelijk duidelijk werd dat er een geheim akkoord bestaat met de Vlaamse regering.
Meer nog, Bart Vragen heeft op die persconferentie ook een paar weken geleden gezegd van het komt er. In 2018 zal Uplace de deuren openen. Deze week heeft u bevestigd dat tegen het einde van het jaar, als binnen 3 weken, dat die randvoorwaarden effectief zullen vervuld zijn. Dus onze vraag is, Uplace moet er komen, kost wat kost. Wel, onze vraag is, wat kost Uplace aan de Vlaamse belastingsbetaler? Hoeveel miljoenen heeft u opzij gezet? En mogen wij de inhoud van dat akkoord tussen u en Uplace kennen? Ja, mevrouw Schaalvliegen. Ja, collega Segers, voor alle duidelijkheid, een geheim akkoord, daar weet ik helemaal niks van. Ik heb begrepen dat uw vraag gaat over het feit, hoe zit het nu met het strategisch plan Rand rond Brussel? U weet dat een aantal clusters vernietigd zijn. Een van de deelgebieden die vernietigd zijn is het gebied C3. Dat is juist het gebied waar een aantal grote projecten moeten gerealiseerd worden, waaronder ook het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde bijvoorbeeld, maar waaronder inderdaad ook Uplace. Nu is het zo dat wij niet zomaar rap iets doen, zoals u ook laat uitschijnen in uw vraag, zoals u die schriftelijk heeft ingediend. Maar het is wel zo dat conform de Codex Ruimtelijke Ordening, wanneer de Raad van State een ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigt, dat binnen de 180 dagen er een uitspraak opnieuw moet zijn. Nu is het zo dat die betekening van de uitspraak van de Raad van State, dat als je 180 dagen daarbij rekent, dat dat eind december is. En u weet, de laatste regering voor het einde van december is 19 december. En daarom dat normaal gezien inderdaad opnieuw dat strategisch plan rond Brussel op de Vlaamse regering zal moeten komen. Het is zo dat de Raad van State oorspronkelijk het ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd heeft, omdat er onvoldoende garanties zijn rond de uitvoering van mobiliteit. Onder andere rond de treinen, maar ook een tramlijn die er zou moeten komen. Nu is het zo dat ik natuurlijk ook gevraagd heb aan mijn collega bevoegd voor mobiliteit om mij te schetsen wat vandaag de dag de situatie is, hoe ver het staat met die randvoorwaarden, dus ook met bijvoorbeeld de aanleg van die tramlijn. En op basis van die input die wij krijgen, zullen wij dan naar de Vlaamse regering gaan. Mevrouw Segers. Ja, inderdaad. Met betrekking tot die randvoorwaarden, dus tegen eind december zou alles moeten in orde zijn, maar we weten allemaal dat die randvoorwaarden in zaken mobiliteit, dat die niet gaan vergunnen, dat die niet in orde zullen zijn. Er is nog geen enkele vergunning afgeleverd. Meer nog, bijvoorbeeld het preferentieel tramtracé van de ringtram. Dat zal gaan door een stuk waarvan uw eigen administratie vandaag zegt nee, dat moet overstromingsgebied worden. Dus u maakt het zichzelf heel moeilijk. En onze vraag is, waarom maakt u het zichzelf zo moeilijk om Uplace te laten realiseren, terwijl, zoals u terecht zegt, een aantal andere projecten wachten al heel lang, zijn in veel verdere gevorderde fase. Ik denk aan de reconversie van Renault, wacht al 12 jaar erop. Videohouse heeft heel concrete plannen, het ziekenhuis, daar moeten we op inzetten. Die projecten zijn veel meer gedragen dan precies Uplace. Dank u wel, wie wens aan te sluiten? Meneer Sanctorum. Ja, mevrouw de minister, eerst en vooral, ik ben een beetje verrast als u zegt van ja, ik heb de stand van zaken opgevraagd. Allee, het verbaast mij eigenlijk dat u dat dan niet weet, hè, dat die stand van zaken niet gekend is van de tramlijn en dergelijke meer, al die vergunningen en zo verder. Nu, mevrouw de minister, u stelt het een beetje voor als een technische aangelegenheid. Hè. Er is een uitspraak van de Raad van State, gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, gedeelte betrekking hebbende op Uplace is vernietigd, 180 dagen later, eind december moet er een uitspraak zijn. Maar dat is natuurlijk niet de fond van de kwestie. De kwestie is natuurlijk dat GRUP in der tijd, dat gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan, het deel van Uplace, natuurlijk op maat van Uplace is gemaakt geweest. U hebt in der tijd een milieuvergunning toegekend aan Uplace en binnenkort zal u daar opnieuw een uitspraak over moeten doen. Maar de kern van de zaak is, en dat heeft de Raad van State nu ook verweten, is dat er partijdigheid is in gans dat dossier. En ik vraag mij af, het is een retorische vraag hoor, voorzitter, ik vraag mij af hoe u die zweem van partijdigheid zal kunnen combineren met een vermoedelijke hervergunning van Uplace. Meneer Sint-Aubin.
Dank u, voorzitter. Ik ga niet zo ver of de collega om te zeggen dat er een zweem van partijdigheid is. Maar de kwestie is natuurlijk, mevrouw de minister, u heeft inderdaad een technisch antwoord. Maar de principiële discussie moet natuurlijk gaan over, is een megalomaan project zoals Uplace daar wel op zijn plaats? U spreekt van het creëren van randvoorwaarden. We hebben het dan nog niet, er wordt gesproken over de tramlijn. We hebben dan nog niet gesproken over de verbreding van de ring. U spreekt over het ziekenhuis in Vilvoorde, de Uplace zelf en nog een aantal andere projecten. Zoiets als bijvoorbeeld het Eurostadion, waarvan eigenlijk Brussel al zegt dat het er zeker komt. Dus mijn vraag is eigenlijk een beetje, staat dit definitief vast, dit project? We hebben vandaag als parlementslid ook allemaal de mail van Unizo in onze mailbox gekregen, waar men oproept, excuseer, om een petitie te ondertekenen, omdat eigenlijk het Hansse project Uplace ingaat tegen het beleid, tegen het kernversterkend beleid dat door die Vlaamse regering hier wordt uitgevoerd eigenlijk. Eindelijk bent u in tegenspraak met uzelf. Meneer Hansen. Ja, mevrouw de minister. Voor onze fractie is het zeer belangrijk dat er in dat strategisch gebied Brussel geen standstill meer heerst. In het oorspronkelijke GRUP zaten 12 deelplannen, er zijn er een aantal vernietigd. Er zijn daar een aantal zaken in voorzien op vlak van open ruimte, op vlak van natuur, op vlak van ontsluiting van bedrijventerreinen, retail en zo meer. Waar heel wat spelers nu ook wachten op rechtszekerheid om vergunningsaanvragen in te dienen, om initiatieven te nemen. De vraag is een beetje op welke manier ziet u dat groepen in die vernietigde deelplannen hernomen worden en wat zijn daar mogelijk andere accenten die worden gelegd in vergelijking met het aangevochten groep? Meneer Doomst. Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw de minister, het is adventstijd en wij zijn toch ook in blijde verwachting van dat groep dat er echt moet komen voor onze regio. Niet alleen voor Uplace, maar we zitten inderdaad ook met de Renault zitten op hete kolen, met de bouw van het ziekenhuis, met de plannen van Videohouse. Die blijven allemaal geblokkeerd. Maar ook vanuit onze fractie zijn wij niet alleen bezorgd voor de verwachting, maar ook hoe de bevalling uiteindelijk in de kribbe zal gebeuren. Want wij zijn natuurlijk nu al in onze regio file ervaringsdeskundigen. En daar willen wij geen top-experten in worden. Dus toch ook de vraag hoe het aspect mobiliteit hier toch optimaal zal in worden bewaakt en de mobiliteit realiteit zal worden. Alle begrip, en dat is zo, we moeten rap zijn met het RUP, maar ik denk dat we ook met de mobiliteit heel sterk hier moeten in zijn. En toch graag van uw collega, meneer Weits, daar de nodige antwoorden op. Meneer De Roo. Ja, mevrouw de minister, twee vrezen zijn er op, als dat een correct Nederlands woord is, er zijn twee ongerustheden op het terrein. De eerste is ook door collega Segers verwoord en door een aantal andere sprekers. Dat is dat men vreest dat de Vlaamse regering zou gaan werken met twee snelheden en dat sommige partners die in die zone willen investeren sneller aan bod zouden komen dan anderen. Ik denk dat dit een kans is om dat ook vanuit de Vlaamse regering te ontkrachten. Een tweede vrees is dat niet al het recente studiemateriaal over mobiliteit zou worden meegenomen. Ik had het liever in de commissie aan bod laten komen, maar aangezien dat we binnen een week al een beslissing van de Vlaamse regering zouden krijgen, wil ik er toch wel op wijzen dat een nieuwe studie van de European Planning Studies, uitgevoerd door mensen van de Universiteit Gent en VUB, aantonen dat voor het project Uplace er geen 60-40 verhouding is tussen auto's en openbaar vervoer, maar in fase 1 94% auto's, fase 2 93% auto's en zelfs al zijn alle modi van openbaar vervoer gerealiseerd, dat er nog 85% van de bezoekers met de auto zullen komen. Dat ligt toch, denk ik wel, enige nieuwe ongerustheid in onze regio op tafel. En ik vraag me af, gaat dat meegenomen worden in de beslissing van volgende week? Goed, mevrouw Schouwvliegen. Collega's, voor alle duidelijkheid, want er wordt hier nogal van alles op één hoopje gegooid, wat door elkaar wordt gehaald, vaak ook opzettelijk, om zo de vis te verdrinken. Nog eens terug naar de essentie. De vraag was van mevrouw Segers, hoe staat het met het strategisch plan rond Brussel? Het gaat hier dus niet om een ruimtelijk uitvoeringsplan dat louter
en alleen voor één project Uplace zou gemaakt zijn. Het gaat hier over een plan dat ruim gaat rond Brussel en waar een aantal deelclusters vernietigd zijn door de Raad van State. Wij moeten uiteraard al die deelclusters daar ook een oplossing voor bieden. In elke cluster is dat een andere opmerking die gemaakt is door de Raad van State, waar wij natuurlijk ook een antwoord moeten opbieden binnen de 180 dagen. En ik vind het een beetje opmerkelijk, collega Segers, dat u zegt, wanneer gaat u nu een oplossing vinden voor het ziekenhuis van Vilvoorde? Het nieuwe ziekenhuis waar dringend nood aan is en waar natuurlijk ook de regio heel sterk vragende partij voor is. Het is natuurlijk zo, ik heb dat daarnet ook gezegd, dat nu heel die cluster, dat daar ook dat ziekenhuis juist in zit. Het is ook om de ontwikkeling van dat ziekenhuis mogelijk te maken, dat ook die cluster C3 opnieuw moet aangenomen worden. En inderdaad, ook in die cluster zit het project Uplace dat gepland werd destijds. Wij zullen uiteraard, voor wij dat plan opnieuw goedkeuren, moeten wij voldoende garanties hebben dat de opmerking die gemaakt is door de Raad van State, dat daar ook een oplossing aangeboden wordt. Dat is juist ook wat wij op dit moment aan het doen zijn met de verschillende diensten, verschillende administraties. Kijken, is er inderdaad vooruitgang geboekt op het vlak van die randvoorwaarden die vooral betrekking hebben op mobiliteit. En daar wordt op dit moment heel druk overleg gepleegd door de verschillende diensten met de diensten van collega Ben Weits om te zien welke stappen zij ondertussen vooruitgezet hebben, zodanig dat ook die randvoorwaarden daar zijn. Het is dus ook niet zo dat wij nu dat VSGB zomaar aan het maken zijn voor één speler en dat wij alleen voor die speler iets zouden bijsturen. Dat is helemaal niet zo. We werken gewoon dat strategisch plan rond Brussel af op basis van de vernietiging die de Raad van State heeft uitgesproken. Collega Sanctorum, wanneer u spreekt over een zweem van partijdigheid, u heeft zich herpakt, u zei eerst, u bent partijdig. Dat heeft de Raad van State niet gezegd. De Raad van State heeft gezegd, er is een mogelijke schijn van partijdigheid. Dat is een heel groot verschil. Een heel groot verschil. Want als u zegt, u bent partijdig, dan is daar een heel belangrijke nuance. Maar u heeft het de tweede keer in uw tussenkomst op een correcte manier gezegd. De Raad van State heeft dit niet gezegd over dit ruimtelijk uitvoeringsplan. De Raad van State, u geeft mij gelijk, ik ben blij dat u toegeeft dat u daarnet de vragen allemaal een beetje door elkaar heeft gehaald. De Raad van State heeft het uitvoeringsplan vernietigd op basis van de randvoorwaarden mobiliteit. De Raad van State heeft de milieuvergunning in beroep vernietigd op basis van het feit dat destijds de Vlaamse regering, en dat is twee regeringen geleden, de Vlaamse regering een contract heeft afgesloten, een brownfield convenant. Wat is een brownfield convenant? Dat is een contract dat afgesloten wordt tussen de Vlaamse overheid, de regering, samen met een ontwikkelaar. Ik denk dat het belangrijk is om eens te schetsen waar het vandaan komt, ja? Nee, ik denk het niet. Mevrouw Schouwen, je laat u niet afleiden door meneer Van Beek. Belangrijk is, want... Ook niet door meneer Tobak, ook niet laten afleiden. Rustig verder gaan. Maar ik laat mij helemaal niet afleiden en ik denk dat collega Krombé heel goed weet wat er toen beslist is, twee regeringen geleden, omdat zij toen zelf mee in de regering zaten. Dus die Brownfield Covenant is afgesloten met een ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat sterk vervuilde sites, gronden, dat die kunnen ontwikkeld worden. Wat zegt de Raad van State? Op het moment dat die convenant is afgesloten, daar staan een aantal voorwaarden in die een schijn van partijdigheid zouden kunnen opwekken op het moment dat een lid uit die regering ook moet beslissen in beroep. Dus dat is een heel andere problematiek dan wat speelt bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. Wat moet daarvoor gebeuren? Daar moet een nieuwe brownfield-convenant voor afgesloten worden. Mijn collega Philippe Muiters, bevoegd voor brownfield-convenants, is ook daar volop bezig met dat te herwerken, om daar te zien welke nieuwe afspraken kunnen gemaakt worden. Het is dus zeker niet zo, wanneer er een herneming is van het VSGB, dat dan plotseling het licht op groen zou staan en alles is opgelost. Er zijn nog heel wat andere trajecten die lopen. Maar collega's, collega Ronse, collega De Roo, uiteraard is het de bedoeling dat wij dat strategisch plan rond Brussel op een goede manier herwerken, dat wij rekening houden met de opmerkingen die gemaakt zijn door de Raad van State. En daarvoor hebben wij natuurlijk ook een aantal garanties
en bijkomende elementen nodig, ook van de verschillende collega's uit de Vlaamse regering. Die zijn wij nu aan het verzamelen. Daarmee zullen wij naar de Vlaamse regering gaan en op basis daarvan zal de Vlaamse regering een beslissing al dan niet kunnen nemen op basis van alle elementen die op tafel liggen. Maar doen uitschijnen alsof er nu rap iets wordt geremedieerd terwille van, dat klopt niet. Het is gewoon het uitvoeren van bepalingen die natuurlijk zowel in de Codex Ruimtelijke Ordening staan, maar ook gebaseerd zijn op vaste rechtspraak van de Raad van State. Mevrouw Segers, opmerking. Ja. Mevrouw de minister, iedereen vindt dat er een strategisch plan moet komen, dat het groep er moet komen, maar niet op maat van één speler. En u hoort uit de vele vragen van de collega's dat daar precies heel wat ongerustheid over bestaat. En ook in de gemeenten, Mechelen, Leuven, Vilvoorde, Karel van Eetveld vandaag die een noodkreet slaat. Niemand wil eigenlijk Uplace, behalve Bart van Dagen en deze Vlaamse regering, zo lijkt het. En om het met de woorden van Bart Somers nog te zeggen, enkele jaren terug, waarom moet de Vlaamse regering zich als enige blijven opstellen als de cheerleader van Uplace? De volgende actuele vraag is van de heer Bart Dossier tot mevrouw Schouwvliegen en die gaat over de aanslepende bezwaarprocedure voor erosiegevoelige percelen. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, beste collega's. Zoals u weet moet iedere landbouwer bij het begin van een teeltseizoen zijn aangifte doen van de percelen die hij laat registreren waar hij gebruik van maakt in het betreffende jaar. Nieuw in 2014 was dat er ook een nieuwe beoordeling was voor de categorie van dessenvallende erosiegevoeligheid. Nu, aangaande deze categorisering worden er ook in gevolge een besluit van de Vlaamse regering een aantal maatregelen gekoppeld. Gaande van vrijheid van teeltkeuze tot eventueel teeltechnische maatregelen die moeten genomen worden. In gevolge die nieuwe categorisering was er ook een mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij de administratie om eventueel op basis van objectieve criteria te kunnen oordelen in gevolge het verkeerd ingedeeld zijn van een bepaald perceel. Op vandaag zijn ongeveer 294 dergelijke dossiers ingediend. Naar mijn informatie ongeveer over 1200 percelen. Maar tot op vandaag zijn er eigenlijk nog geen of zeer weinig landbouwers die een officiële beoordeling van hun bezwaar gekregen hebben. Ze hebben wel van de administratie Landbouw en Visserij een melding gekregen dat hun bezwaar binnen is, maar ze hebben nog geen antwoord gekregen op het bezwaar ten gronde. Ze bellen naar de administratie en worden naar LNE gestuurd, vandaar naar Albon en worden eigenlijk een beetje rondgestuurd. Het probleem is natuurlijk dat wanneer het bezwaar ingewilligd wordt, dit ook gevolgen heeft naar de mogelijke organisatie van hun teelplan het komende jaar, waar landbouwers vandaag inderdaad volop mee bezig zijn. Dus is het eigenlijk hoogdringend dat dat antwoord gegeven wordt, dat er duidelijkheid bestaat of er al dan niet inwilliging is van het bezwaar. En nu is mijn vraag heel concreet, mevrouw de minister, waar schort het in de procedure en is het mogelijk om heel snel werk te maken om een duidelijk antwoord te geven aan de betrokken landbouwers? Mevrouw Schouwvliegen. Ja, collega Dossier, uw bezorgdheid is terecht van wanneer krijgt men nu eindelijk eens antwoord. Ik heb dan ook contact opgenomen en is gekeken waar zit het probleem, waar knelt het schoentje. Het is zo dat er eigenlijk uitzonderlijk veel bezwaren zijn ingediend. 950 percelen, dat is bijzonder veel. En wat moeten de diensten doen? Die moeten al die percelen ook ter plaatse gaan bekijken. Kijken of dat de bezwaren al of niet terecht zijn. En dat heeft dus veel meer tijd in beslag genomen dan voorzien was. Maar u heeft gelijk, het is geen excuus om dan nadien ook niks te laten horen waarom het zo lang duurt. Dit kan niet, dit moet verhinderd worden. Ik heb ook opdracht gegeven om in de toekomst zeker sneller en beter te communiceren. Ook als het langer duurt, laat dat dan weten aan betrokkenen van we zijn nog bezig, we komen ter plaatse, we hebben nog eventjes tijd nodig. Wat zal er nu binnenkort gebeuren? Volgende week komt eigenlijk de volledige kaart online.
waar ook iedereen kan zien of het perceel nu al of niet is opgenomen, of het bezwaar al of niet is ingewilligd. Maar ook alle individuele landbouwers zullen daarvan bericht worden. Dat zal in de loop van januari zijn dat men daar bericht van zal krijgen. Maar vanaf volgende week zal de erosiekaart dus ook raadpleegbaar zijn op de website van Vlaanderen Erosie. Maar ik deel uw bezorgdheid. Ik heb dat ook ondertussen al duidelijk gemaakt aan de verschillende diensten, dat die communicatie veel beter moet, dat men ook, wanneer men een bezwaar indient, niet alleen gewoon een melding maken van, u heeft bezwaar ingediend, we zijn ermee bezig, maar dat men nadien, als het wat langer duurt door omstandigheden, dat men dat dan ook op een goede, correcte manier moet communiceren aan de betrokkenen. Dus dat is ook genoteerd en ook al in die zin meegedeeld aan de diensten. Meneer Dossier. Ja, ik ben dankbaar voor het antwoord en inderdaad, ik ben vooral blij dat er structurele oplossingen zou kunnen komen voor desgevallende nieuwe procedures in 2015. Want ook dan zullen de landbouwers opnieuw in kennis gesteld worden van de categorisering waaronder hun betreffende percelen vallen. En als er inderdaad een bezoek te velden zou geweest zijn, dan ben ik daar ook zeer blij mee, want het is inderdaad beter van ter plaatse te gaan zien in welke mate dat de erosiegevoeligheid aanwezig is, dan wel dat desktop te gaan behandelen. Maar ik heb in elk geval nog nooit gehoord van de landbouwer dat hij een betreffende ambtenaar te velden gezien heeft. Dus ik hoop dat het inderdaad wel in orde komt. En ik zie vooral uit naar de resultaten van het onderzoek dat gebeurd is. Wie wenst aan te sluiten? Ook niemand. Oh nee, goed. Meneer Sanctoorn. Ja, mevrouw de minister, collega. Ik deel een beetje de bezorgdheid in die zin dat, dat ik denk dat het inderdaad zeer complex allemaal is. Ik denk dat dat ook een grote kritiek is van de landbouwers. Het is een zeer complex mechanisme van simulaties om dan te berekenen onder welke categorie dan elk perceel zich bevindt. En ja, het doel, we moeten daar eerlijk in zijn, het doel van zo'n bezwaarschrift is om uiteindelijk te vermijden dat je onder die verplichting van die erosiebestrijdende maatregelen, om te vermijden dat je onder die verplichting zal vallen. Dus mijn pleidooi, eerlijk gezegd mevrouw de minister, is om het een stuk eenvoudiger te maken, maar om die verplichting van erosiebestrijding, om die ook verder door te trekken, om die uit te breiden. Want mevrouw de minister, u kent ook de bedragen, de kost, niet alleen de ecologische kost, maar ook de financiële kost voor de overheid van het bestrijden van erosie. Alleen al het uitbaggeren van rivieren, dat kost om en bij de 500 miljoen euro per jaar. Ik denk dat dat een kost is die we moeten kunnen vermijden als we echt inzetten op erosiebestrijding. Meneer Sint-Oben. Ja, meneer Sanctorum, als we, zoals u altijd voorstelt, nog meer verplichtingen gaan opleggen aan de landbouw, dan kunnen wij misschien beter vandaag al de landbouw opdoeken. Mevrouw de minister, wat ik een beetje spijtig vind in uw antwoord, ik ondersteun natuurlijk de vraag van de collega, maar dat u opnieuw wijst naar communicatieproblemen. We hebben de ganse discussie gehad over de instandhoudingsdoelstelling. Ook daar werd gewezen naar verkeerde communicatie of slechte communicatie van de administratie. En ik denk dat op een moment waar landbouw zwaar onder druk staat, waar de toekomst van de landbouwers eigenlijk niet gegarandeerd is, is het wat ze het meest kunnen missen natuurlijk, is een slechte communicatie. U legt ook de fout van de vertraging of van de niet-communicatie bij het hoog aantal bezwaarschriften. Maar zoals ik het begrepen heb, zitten er toch soms wel enorm veel verschillen tussen de computermodellen en de realiteit op het terrein natuurlijk ook. Er is ook nog zoiets als het samenvoegen of als het splitsen van percelen. Vandaar mijn vraag, u zegt 800 of 900 bezwaren. Heeft dat vooral te maken met die verschillen tussen de computermodellen en de situatie op het terrein? En hoe kunnen we dat eigenlijk vermijden? Want eigenlijk is het eigenlijk een verkeerde manier van werken. We laten een computermodel iets opmaken, er wordt bezwaarschrift ingediend. Er komt een antwoord, al dan niet een antwoord. Het vertraagt toch alles wel een beetje. Meneer Engelbos. Ja, dank u voorzitter. Nu, ik sluit me aan bij de vragen van de collega's. Het is nu eenmaal zo dat die boeren inderdaad wel een antwoord verdienen. Ook al duurt het wat langer dat ze tenminste op de hoogte gebracht worden dat er aan het dossier gewerkt wordt. Dus ik ben wel tevreden met het antwoord dat daar het nodige voor gedaan zal worden. Maar ik wil een beetje aansluiten met de vorige spreker in zaken de aanmeldingen die gebeuren. Het zijn er bijzonder veel. En het lijkt bijna zo dat
het bijna standaard geworden is om een bezwaarschrift in te dienen. En misschien moeten de procedures toch eens nagekeken worden, zien hoe dat die computermodellen opgemaakt zijn, want daar blijkt toch inderdaad wel iets te schorten als er inderdaad zoveel bezwaarschriften ingediend worden. Mevrouw Schouwvliegen. Ja, collega's, volgend jaar is het internationale jaar van de bodem. En erosie is een van de belangrijke maatregelen die we moeten nemen om de toekomst van onze bodem veilig te stellen. En gisteravond laat, collega Sanctorum, en vanmorgen ook nog in de commissie Leef, milieucollega Doshi, heb ik het heel uitgebreid gehad over de erosiemaatregelen. Er zijn heel wat maatregelen die genomen worden vanuit Leefmilieu, dat weet u. Wij ondersteunen de gemeenten om erosiecoördinatoren aan te stellen. Maar vanuit landbouw is in de vorige legislatuur beslist om ook een aantal erosiemaatregelen meer verplichtend te maken. Ik heb dat gisteren ook aan u uitgelegd, collega Sanctorum. U vraagt, het moet strikter, het moet meer verplicht worden. U weet dat die erosiemaatregelen steeds strenger worden. Dat de landbouwers ook tijd hebben om zich aan te passen. Het wordt jaar na jaar ook strenger. En dat is ook een beetje de reden, collega's, waarom er nu plotseling veel meer bezwaren zijn. Sinds dit jaar zijn er een aantal bijkomende verplichtingen die meer verplicht worden opgelegd. En dat maakt natuurlijk dat ook meer landbouwers daarmee geconfronteerd worden en op die manier ook voor die percelen bezwaar indienen. Dat is de reden waarom er nu plotseling die toename is. Dat zal veel minder zijn, ook in 2015. Maar nogmaals, het is geen excuus om dan ook mensen heel lang in het ongewisse te laten. De bezorgdheden rond de computermodellen, dat is natuurlijk ook de reden waarom ter plaatse wordt gegaan, gekeken wordt van wat is nu de toestand. Dat is bijzonder tijdsintensief. En onze diensten nemen zeker ook de suggesties mee. Ik heb hen dat ook al gezegd, om zaken eenvoudiger te maken. Het is natuurlijk zo, als er bezwaren ingediend worden, dan moet je ook wel zorgen dat die ook serieus worden genomen, dat die bekeken worden, dat die gecontroleerd worden en vandaar ook de plaatsbezoeken die hebben plaatsgevonden. Collega Doshi, wij trekken daar ook conclusies uit voor de volgende procedures, volgend jaar. Men maakt zich sterk dat er volgend jaar minder bezwaren zullen zijn en dat op die manier ook sneller duidelijkheid kan gegeven worden. Maar in ieder geval heb ik de opdracht gegeven, in plaats van één ontvangstmelding en het dient niks meer, dat men dus ook veel sneller mensen op de hoogte moet brengen als het wat langer duurt dan voorzien. Maar nogmaals, volgende week zullen ook die percelen allemaal raadpleegbaar zijn op de website. En nadien zullen alle individuele bezwaarindieners ook een contact hebben met onze diensten en weten wat het resultaat is van hun bezwaar. Meneer Doshi, slotopmerking. Wel, ik dank de minister en de vraagstellers. Ik was alleen wat eigenlijk geschrokken en verrast door de opmerking van meneer Sanctorum. Als zou u ervoor pleiten dat alle percelen als erosiegevoelig bestempeld worden. Als u het dossier wat kent, weet u dat dat te maken heeft met de grondsoort, met het humusgehalte. En dat er hier ook gewerkt wordt met een wiskundig model die met grids werkt van 5 meter op 5 meter. Die dan geplaatst worden volgens een wiskundig model op een perceel. En het is niet zo onlogisch dat daar een aantal fouten in zitten, maar het is wel God geklaagd dat het zo lang hoeft te duren alvorens dat de mensen weten waar ze eigenlijk staan. En natuurlijk, de controle te velden is nog altijd het beste. En we rekenen erop dat de percelen die erosiegevoelig zijn, ook als erosiegevoelig bestempeld zijn, zij die het niet zijn, dat niet worden. Dank u. Goed, volgende actuele vraag. Het is van de heer Willem-Frederik Schils tot mevrouw Schouwvliegen en die gaat over een Vlaamse bijdrage aan het VN-klimaatfonds. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister. Voor de tweede keer in 2 weken tijd sta ik hier om iets te vragen om mijn bezorgdheid over het klimaat te uiten. Collega's, het klimaat is niet alleen een zaak van verre oorden, van ijskappen 16.000 kilometer verder weg of uitdrogende continenten evenveel kilometer verder weg. Het is ook een zaak van u en mij. Voor het moment is er een internationale klimaattop bezig, waar België met beschamende kaken heeft moeten toegeven dat we nog geen bijdrage konden doen aan het Green Climate Fund. Voor degenen die het niet weten, dat is een fonds waarin dat de rijkere landen geld storten om doelgericht klimaatontwikkelingshulp te kunnen lanceren. Onze bijdrage is nog niet betaald, vooral door intern gekibbel. Welke entiteit moet wat betalen? Hoeveel federaal, hoeveel Vlaams, hoeveel Waals en zo verder? Minister De Croo heeft vanuit het federale niveau aangekondigd 50 miljoen te zullen storten. Maar langs de kant van de regio's blijft het vooralsnog Brussel uitgezonderd stil. Mijn vraag is dus ook heel concreet.
Wat zal Vlaanderen doen om haar bijdrage te leveren aan het Green Climate Fund? Mevrouw Schouwvliegen. Ja, dank u wel, collega Schiltz. We hebben inderdaad het nieuws vernomen dat de federale regering en de minister van Ontwikkelingssamenwerking federaal inderdaad beslist heeft om 50 miljoen te verschuiven. Dat nu al richting ontwikkelingssamenwerking gaat, wordt daar weggenomen en wordt gestort, die 50 miljoen, in het Green Climate Fund. We hebben dat inderdaad vastgesteld. En ook voor Vlaanderen is internationale klimaatfinanciering belangrijk. Het staat heel uitdrukkelijk in het regeerakkoord. En het staat ook heel uitdrukkelijk in de beleidsnota ontwikkelingssamenwerking. Ik heb zelfs de passage mee, mocht u daar nog aan twijfelen. Wat staat er in de beleidsnota ontwikkelingssamenwerking? We dragen bij tot de internationale klimaatfinanciering in ontwikkelingslanden. De ontwikkelingskansen in het zuiden staan onder druk door de gevolgen van de klimaatopwarming. Niet alleen is de klimaatverandering er meer uitgesproken dan op het noordelijk halfrond. De ontwikkelingslanden zijn bovendien veel sterker afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen om in hun levensonderhoud en inkomens te voorzien. Ze beschikken over een lagere financiering en technische capaciteit om zich mee aan te passen en te wapenen. Dus u ziet ook een prioriteit voor deze Vlaamse regering. Wat heeft de Vlaamse regering nu beslist? En u bent daar ongetwijfeld van op de hoogte via uw collega's die ook in de Vlaamse regering zitten. We hebben beslist om niet snel middelen te verschuiven. Om geen middelen te verschuiven uit ontwikkelingssamenwerking, die nu al naar ontwikkelingssamenwerking gaan, die daar weg te halen en in het Green Climate Fund te steken, zoals federaal dat doet, dat hebben wij niet beslist. We hebben wel beslist dat wanneer wij inkomsten hebben uit de veiling van emissierechten, dat daar een substantieel deel naar het Green Climate Fund zal gaan. Het is ook zo dat vanuit leefmilieu er natuurlijk ook inspanningen gebeuren. Dit jaar nog hebben wij 1 miljoen euro voorzien voor het adaptatiefonds. En dat ligt bij de minister van Begroting. En ik heb nog steeds geen positief begrotingsakkoord, maar ik ben ervan overtuigd dat u de minister van Begroting zal overtuigen om ook snel een positief begrotingsakkoord te geven voor die 1 miljoen euro te storten in het adaptatiefonds. Ik wist niet dat de oppositie ook al minister zat. Mevrouw de minister, het verheugt mij uiteraard dat Vlaanderen ook haar steentje zal bijdragen. Ik dacht dat dat een mooie uitwisseling kon zijn, een leuke aankondiging trouwens. Maar u maakt het mij wel een beetje moeilijk. Ik moet zeggen, ik was verheugd te vernemen dat minister De Croo 50 miljoen richting klimaat stuurt. En we kunnen dan een beetje, of veel, bakkeleien over of dat nu een verschuiving is, wat dan ook. Mij lijkt het alleszins dat de ontwikkelingshulp in eerste plaats er moet voor bijdragen dat de economieën, de landen, de mensen, de burgers die wij willen ondersteunen met ontwikkelingssamenwerking, dat we dat op een duurzame manier doen. Het heeft weinig zin om landen te laten spartelen om te voorzien in hun basisvoorzieningen op een ecologisch kerkhof. En dus verdient het alle aanbeveling om onze ontwikkelingssamenwerkingshulp zeker en vast duurzaam in te zetten en dus ecologisch verantwoord in te zetten. En ik verneem dat ook Vlaanderen een ontwikkelingssamenwerkingsbeleid heeft. U hebt er uit geciteerd en dat u dus eigenlijk die filosofie wel genegen bent. Punt is natuurlijk als u zegt, ja, maar wij willen daar andere middelen voor aanwenden, namelijk de opbrengst van de emissierechten. Wel, laat dat nu net het probleem zijn. Dat daar in België nog altijd geen akkoord over gevonden is. Dat we de vorige legislatuur daar bijna tot een akkoord waren. En nu is dus mijn uitdrukkelijke vraag dat u als bevoegde minister ook de moeite doet om met de federale en Waalse en Brusselse collega's tot een verdeling van die emissierechten te komen. Er staat 180 miljoen euro op een bankrekening die daar perfect mee ingezet kan worden. Maar ik ben blij dat mijn federale minister niet heeft gewacht totdat alle entiteiten in dit land het al eens zijn om het klimaat en de honger in de ontwikkelingslanden aan te pakken. Wie wenst aan te sluiten? Van Dalen. Meneer Sanctoren. Ik heb goed gekeken, ja. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. We hebben zeker een verantwoordelijkheid tegenover de ontwikkelingslanden. Zij kunnen zich economisch niet ontwikkelen op dezelfde milieuvervuilende manier als wij dat jarenlang hebben gedaan. Hè. Anders wordt het milieuprobleem helemaal onbeheersbaar, zeker wat de uitstoot van broeikasgassen betreft. Dat is één. En twee, we moeten die ontwikkelingslanden ook helpen om zich te wapenen tegen de gevolgen van de zeespiegelstijging. We liggen daar mee van aan de oorzaak. En het is goed dat in het Vlaams regeerakkoord, mevrouw de minister, staat dat wij ook als gewest gaan deelnemen aan de internationale klimaatfinanciering. U hebt daar nu een aanzet toegegeven en vanuit onze fractie rekenen we er in elk geval op dat we die weg
echt wel gaan bewandelen. Meneer Sanctoren? Ja, collega's, ja, ik moet zeggen, dit debatje heeft toch wel een hoog surrealistisch gehalte. Hè, als er zo'n discussie ontstaat tussen Open VLD en CD&V, een beetje gebakkelei over wat is nu volwaardig klimaatgeld, wat is nu een echte beslissing. Allee, dit is een beetje een vreemde discussie, maar goed, op zich geen probleem. Maar wat mij meer zorgen baart, is dat er inderdaad nog altijd vanuit Vlaanderen geen geld wordt gestort in dat Green Climate Fund. En mevrouw de minister, in het nieuwsblad vandaag, ik zou graag daar duidelijkheid over willen, hè. In het nieuwsblad van vandaag verwijst u blijkbaar de journalist door naar de minister-president, omdat dat zijn verantwoordelijkheid zou zijn, internationale klimaatfinanciering. En het antwoord van de minister-president, althans volgens de krant, is: Vlaanderen heeft een traditie om in onze partnerlanden los van het Green Climate Fund aan klimaatfinanciering te doen. Ik zou zeggen, Vlaanderen heeft eerder een traditie om internationale engagementen niet na te komen. Maar goed, dat is de uitspraak van de minister-president. Mevrouw de minister, ik wil daar duidelijkheid over. We kunnen nog discussiëren over wanneer het geld moet worden gestort. Ik vind dat het vandaag moet worden gestort en niet binnen zoveel maanden of binnen zoveel jaar tegen de afspraken in. Maar ik wil duidelijkheid of dat er nog altijd een engagement bestaat, überhaupt vanuit de Vlaamse regering, om geld te storten in dat Green Climate Fund. Want de uitspraak van de minister-president insinueert dat dat wel eens niet zo zou kunnen zijn. Mevrouw Schouwvliegen. Ja, collega's, ik wil nog eens herhalen dat Vlaanderen zowel in... Sorry, mevrouw Schoens. Dank u, voorzitter. Het is nog maar een evidentie dat ontwikkelingssamenwerking duurzaam is. Maar laat ons alstublieft ons niet wegsteken achter die ontwikkelingssamenwerking om niks extra te gaan doen. Het klimaat heeft afzonderlijke inspanningen nodig. Dat bleek ook uit het debat vorige week. Die middelen zijn er, onder andere in het Klimaatfonds, 35 miljoen. Waarom gaat er daar een deel niet van op een structurele manier naar het Internationaal Klimaatfonds? Dank u wel. Nu mevrouw Schouwvliegen. Ja, collega's, het engagement om te voldoen ook aan internationale klimaatfinanciering is er. Ik heb u het regeerakkoord geciteerd. We hebben het ook heel uitdrukkelijk opgenomen in de beleidsnota van ontwikkelingssamenwerking. En het is ook zo dat wij in het verleden ook heel veel gedaan hebben. In 2013 is er 5,5 miljoen naar internationale klimaatfinanciering gegaan. Ik herhaal nogmaals, dit jaar 1 miljoen vanuit Leefmilieu naar het Adaptatiefonds. Want er is niet alleen het Green Climate Fund, er is ook het Adaptatiefonds waar wij dus inderdaad ook onze engagementen nemen. Dus dat zijn initiatieven die wij allemaal nemen. En het klopt, collega Schiltz, dat er nog altijd geen akkoord is over die verdeling, opbrengsten, veiling van emissierechten. Nu, er zijn al stappen gezet. Ik heb gisteren contact gehad met mijn collega van de Brusselse regering, die ook heel snel de commissie, het comité, zal samenroepen van ministers om daar zo snel als mogelijk ook een akkoord over te bereiken. Het positieve is natuurlijk dat dit ook is opgenomen in het federale regeerakkoord, dat daar een oplossing moet zijn. Dus ik denk dat dit mogelijk moet zijn om daar ook de lasten en de lusten in Vlaanderen op een eerlijke en billijke manier te verdelen. En dat is ook het engagement dat wij zijn aangegaan in de Vlaamse regering. We hebben daar natuurlijk ook in die Vlaamse regering over gepraat. We hebben gezegd, we gaan, als we die middelen krijgen uit die veiling van emissierechten, dan zullen wij inderdaad ook de internationale klimaatfinanciering niet vergeten. Dus maar ook het Green Climate Fund. Laat duidelijk zijn dat wij op dat moment ook de internationale klimaatfinanciering niet uit het oog zullen verliezen en dan beslissen waar dat heel expliciet naartoe gaat. Collega Soens, u verwijst naar het Klimaatfonds en het klopt dat daar middelen in zitten. Maar u weet natuurlijk, we hebben 2 weken geleden hier een debat gehad en toen was uw fractie en ook de Groenfractie en alle fracties in dit half rond het er natuurlijk ook unaniem over eens dat wij ook in Vlaanderen zelf interne maatregelen moeten nemen. En die middelen die in het Klimaatfonds zitten op dit moment worden prioritair besteed. Die liggen ook grotendeels vast voor interne maatregelen. Het gaat over extra isolatiemaatregelen waar we geld aan geven. Het gaat over extra middelen voor scholen. Het gaat over bijkomende inspanningen die we doen om energiescans en dergelijke te nemen. Dus die middelen die gaan naar interne klimaatinspanningen in Vlaanderen die ook absoluut nodig zijn en waar wij ook heel wat inspanningen doen met de middelen die in dat Klimaatfonds
zitten. Dus, ik herhaal het nog eens, collega Shields, ik deel uw bezorgdheid dat ook Vlaanderen een inspanning moet doen, maar het is een beslissing, een engagement in deze Vlaamse regering dat op dit moment wij geen middelen weghalen uit ontwikkelingssamenwerking om die te verschuiven naar het Green Climate Fund. We hebben ervoor gekozen dat op het moment dat er middelen binnenkomen uit de verkoop van emissie van uit de veiling van emissierechten, dat we op dat moment ook zullen die internationale klimaatfinanciering, dat we dan ook zullen kijken in de Vlaamse regering hoe we daar ook een deel van kunnen besteden. Dat is een beslissing of een engagement die deze Vlaamse regering ook is aangegaan en wat wij dan op dat moment ook zullen bekijken. Meneer Schils. Dank u wel, mevrouw de minister. Heugelijk nieuws dat er 1 miljoen euro vanuit uw departement naar klimaatfinanciering zal gaan. Uiteraard zal de minister, de liberale minister van Begrotingen en Financiën, daar geen enkel bezwaar tegen formuleren. Dat lijkt me zeer sterk. Collega's, het punt is met klimaatfinanciering. Het lijkt ver van ons bed. Het lijkt moeilijk te zijn en niet evident in tijden van besparingen. Maar als we niet blijvend de landen die worstelen met een transitie naar een propere economie te ondersteunen, dan zou dat wel eens een probleem kunnen zijn dat als een boemerang terug in ons gezicht komt. En daarom wil ik appelleren aan de urgentie om de collega's van de andere regeringen, maar ook u, mevrouw de minister, om werk te maken, niet alleen woorden, maar ook werk te maken van dat akkoord. Het is toch te gek dat in een klein welvarend land als België, dat we er niet uit geraken wie dat de lasten en de lusten, hoe dat die eerlijk verdeeld kunnen worden. Met een beetje gezond verstand en een beetje inzet moet dat iets zijn dat snel geregeld kan worden. Laatste actuele vraag is van de heer Joris Fauchet tot de heer Sven Gats, Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. Over overleg met andere overheden betreffende de toekomst van de collectie Moderne en Hedendaagse Kunst in Brussel. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte minister, beste collega's. De kranten staan vol van artikels rond uitspraken en geschriften in de beleidsnota van federaal staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Elke Sleurs. Zij kondigt namelijk aan dat zij de volledige collectie voor moderne kunst terug in de eigen gebouwen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten wil brengen. Daarmee sluit zij eigenlijk een deel toch al de piste van een Brussels museum voor moderne en hedendaagse kunst, waar de Brusselse regering had gerekend op een deel van de federale collecties, of daar toch beroep op kunnen doen als uitleendienst. We stellen vast dat dat project eigenlijk niet alleen een puur culturele invulling had vanuit Brussel, maar dat dat ook een boost kon geven aan de kanaalzone hier. En dat dat Brussel meer op de kaart had kunnen zetten als bestemming voor culturele citytrips. En als culturele hoofdstad van Europa. Mijn vraag aan u is, we hebben niets te winnen met getouwtrek tussen verschillende beleidsniveaus. Er is nood aan overleg tussen de Brusselse regering en de federale regering. Maar wat gaat u doen als Vlaamse minister? Want wij denken dat de Vlaamse gemeenschap ook betrokken partij is door de institutionele link via cultuurbeleid, enerzijds, en anderzijds vanuit onze ervaring in zaken museumbeleid. Minister Gats. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Pochet. Om het met een Galicisme te zeggen, en mijn excuses daarvoor, meneer de voorzitter, ik ben nog niet gevat in het dossier. Ik ben dus nog niet rechtstreeks betrokken, maar ik begrijp wel inderdaad waar u niet onterecht op aanstuurt. Op dit ogenblik is het zo dat het een idee is vanuit de Brusselse regering, zowel vanuit een culturele zorg, maar ook vanuit het imago van het gewest en de ontwikkeling van de kanaalzone. En omwille van de link met een mogelijke collectie zijn er uiteraard raakpunten met de bevoegdheden van een federale collega. Ik denk dat wij dit dossier, net zoals anderen, op zijn inhoudelijke merites moeten beoordelen. Herinner u, we stonden hier nog niet zo lang geleden over het congres- en cultuurcentrum in Ruisbroek. Sommigen zeiden toen van ja, maar dat gaat niet. Anderen zeiden ja, dat moet wel. Er ontstond onmiddellijk een hele discussie. Ik denk dat men dat rustig moet bekijken. Dat is ook de reden waarom we voor dat dossier een haalbaarheidsstudie aan het doen zijn. En dan, dat we dan gaan kijken, is dat een duidelijk sterk project, dan voeren we dat uit. Hetzelfde met dit project. We moeten eerst kijken waar staan we. Dat is in eerste instantie dan wel de taak van de Brusselse regering in de zin dat zij zal kijken wie koopt het gebouw aan, wat zijn de saneringskosten, is het gebouw klimatologisch voldoende geschikt voor een museum en dan inderdaad, voornaamste vraag, welke collectie. En zo komt men eigenlijk in het gesprek met de federale regering.
En ik denk dat we daar elkaar waarschijnlijk kunnen vinden, meneer Pochet. Ik hoef u daar niet van te overtuigen. Het is mijn visie dat in het leven het belangrijker is, of dat het niet belangrijk is, beter, om slechte ideeën niet uit te voeren, maar het is belangrijker om goede ideeën wel uit te voeren. En het is dus met die houding dat ik het dossier wens te benaderen. En om die reden is het nuttig dat ik de komende weken zowel met mevrouw Sleurs als met de ministers Vervoort en Van Hengel overleg heb. Al was het maar, mocht dat nodig zijn om mijn bemiddelende diensten daarin aan te bieden. En op die manier onze betrokkenheid in het dossier ook een stuk te realiseren. Meneer Pochet. Dank u wel voor uw aanbod van bemiddelende diensten. Dat zal voor andere dossiers ook nog van pas komen. Het is in elk geval belangrijk om vast te stellen dat een deel van een Brusselse collectie in de gebouwen van de federale Koninklijke Musea voor Schone Kunsten zitten. En dat het dus eigenlijk niet uitgesloten is dat een collectie van niveau X tentoongesteld wordt op niveau Y. En het zou een beetje absurd zijn, moesten we bijvoorbeeld een museum van de 7,5 miljoen euro dat amper een jaar open is, terug wegvagen om dan een andere collectie daarin te zetten, omdat het de eigen collectie is. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw Goedizer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega Pochet, ik vind het zeer goed dat u eigenlijk aandringt op een overleg. Maar ik zou toch vragen aan uw fractie om ook eens in eigen boezem te kijken en inderdaad dat overleg te doen met de instanties waar het hier over gaat. U haalt de beslissing van mijn collega federaal staatssecretaris Elke Sleurs van vanmorgen aan om aan te dringen op dat overleg. Maar ik denk dat het de Brusselse regering is waar u toch en uw fractie deel van uitmaakt, die zomaar zonder overleg plannen maakte om een museum aan te kopen of om een Citroën-garage aan te kopen, daar te vragen aan, of u vraagt het zelfs niet, om daar een federale collectie in te herbergen, zonder overleg. Dus ik denk dat het belangrijk is dat overleg er komt. Maar ik begrijp niet goed waarom u dit vandaag hier in het Vlaams parlement aanhaalt, want zoals inderdaad minister zegt, het Vlaamse niveau is met deze problematiek hier nu niet voor bevoegd, maar overleg graag. Maar ik denk dat u eerst in eigen boezem moet kijken en in de Brusselse regering vragen om een overleg te doen en niet zomaar beslissingen te nemen, ook al dringen de anderen aan op dat overleg. Dank u, meneer de voorzitter. De realiteit is dat het inderdaad niet het niveau is waar het moet besproken worden, maar u heeft enkele weken geleden aangekondigd dat u die dialoog gaat voeren. Ik denk inderdaad dat dat de beste manier is om ergens te komen. Dat is inderdaad een dialoog voeren. Maar waar meneer Pochet wel gelijk heeft, is dat we er moeten voor zorgen dat die collectie, en van welk niveau die ook mogen zijn, kan mij eigenlijk op zich als liefhebber van kunst niet zoveel schelen. De realiteit is dat ze moeten tentoongesteld worden en dat het publiek moet kunnen genieten van die collectie. En vandaag is er op dit moment te weinig plaats in dat museum, die trouwens ook vooral op de 19e, begin 20e eeuw is gefocust, minder als op de moderne hedendaagse. En het zou dan ook spijtig zijn moest die collectie niet tentoongesteld worden. En ik zou dan ook inderdaad willen vragen om daar alles aan te doen voor te zorgen dat de komende jaren die collectie tentoongesteld kan worden in een goed gebouw die daarvoor op een goede manier bestemd is. En dat wij over de verschillende grenzen van niveaus elkaar kunnen vinden om dat te realiseren. Mevrouw Segers. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik weet niet of dat u het goed weet, maar u staat zelf nog te pronken op de webpagina van het Museum aan de Stroom als ambassadeur of pleitbezorger van het Museum aan het Kanaal. Met woorden, een stad moet kunnen dromen. En ik deel absoluut die overtuiging dat we moeten kunnen dromen. Dus ik kan me niet voorstellen dat u, net zoals onze fractie, toch wel zal betreuren wanneer dat deze droom dreigt uiteen te spatten.
Ik denk dat dat nodig is. Het is een unieke gelegenheid om die collecties die momenteel die niemand kan van profiteren, want ze zijn niet te zien, op een coherente manier tentoon te stellen, dat dat in het water zal vallen. Dus ik hoop ten zeerste dat u kan bemiddelen, dat u kan in overleg gaan, zodanig dat wij niet de kans laten schieten om voor onze hoofdstad een nieuwe troef van formaat te maken. Maar als dit dossier, denk ik, één zaak heel duidelijk maakt, dan is dat we echt waar, vooral voor de federale en culturele en wetenschappelijke instellingen, echt moeten zoeken naar een model van overleg met de gemeenschappen. We kunnen die niet van elkaar los beschouwen. En in de Senaat, ik geef het maar mee, hebben wij voorgesteld om daarover een informatieverslag te maken, waar dat we precies gaan zoeken naar overlegmodel. Meneer Caron. Ja, collega's. Eerst dat, die Citroën garage, zeker die gevels, is een fantastisch gebouw. Het is prachtig, het is een markant beeldbepalend gebouw in Brussel op een fantastische locatie. Als bezoeker van de Center Letters kwijt, Kai Theater enzovoort, 1000 keer gezien. Daar valt absoluut veel mee te doen. Tweede, politieke opmerking. Ik heb toch de sterke indruk dat de N-VA en de federale regering niet wel, of de N-VA niet wel, dat het Brussels gewest een museum inricht. Ting, ting. Hè? Dat is duidelijk een politieke lijn die daarachter zit. Drie, de federale wetenschappelijke instellingen worden al decennia verwaarloosd door de federale overheid. Dus dat soort bokkensprongen die gemaakt worden. Waarom komt zo'n dossier op de tafel? Omdat de federale overheid zijn verantwoordelijkheid niet genomen heeft de voorbije 20 jaar. Hè. Laat dat duidelijk zijn. En tenslotte, ik deel mijn collega's, meneer de minister, naar de kern van de zaak. Het zou toch prachtig zijn dat die collectie dus op een mooie manier ontsloten wordt. Waar dat ook is, door wie dat ook gebeurt. Het publiek en de kunst zijn toch veel belangrijker dan die politieke partijen in die stomme politieke strijd. Even aan de aansnakken. Meneer Gats. Ik denk de collega's voor hun constructieve tussenkomsten. Ik ga niet vandaag zeggen welke collectie op welke plek moet komen. Daar dient het overleg juist voor. Met andere woorden, er zijn mensen die zeggen dat het op de Kunstberg thuis hoort. Anderen zeggen in het Jubelpark, nog anderen aan het kanaal. De second best choice van het Van der Bort gebouw zweeft ook nog altijd ergens vandaan. Laten we nu even kijken wat het verder overleg tot stand kan brengen. Want het goede nieuws is wel dat ondanks de misschien onheilstijdingen die er gisteren en vandaag in de kranten verschenen zijn, is dat u zal opgemerkt hebben dat er eigenlijk geen protagonisten rechtstreeks het woord innemen en dat iedereen misschien wel een aantal uitgangspunten heeft, maar dat niemand exclusieven stelt. Dus met andere woorden, er is nog veel mogelijk. En dat is niet alleen vanuit mijn eeuwig optimisme dat ik dat zeg, maar ook vanuit een realistische inschatting. En het is nu, wij moeten nu bekijken of de ogenschijnlijke kloof tussen een aantal posities die er zou zijn, of die nog altijd er zal zijn, wanneer mensen rechtstreeks met elkaar aan tafel gaan zitten. En nogmaals, voor zover dat nodig is, en ik zal dat aftasten, behoud ik mij daar dan de rol van bemiddelaar voor. En ik hoop dat wij daar binnen enkele weken een nieuwe bijkomende richting kunnen inslaan. Volopmerking, meneer Pochet. Ja, meneer de minister, ik ben blij dat ik uw optimisme kan en wil delen. Ik stel ook vast dat de meeste van de collega's het belang van samenwerking onderkennen. Dat zal ons verder brengen dan het gekrakeel op Twitter, waarbij X, Y aanvalt en dan Y, Z aanvalt. En ik denk dat tweeten op zich uiteraard geen probleem is, maar helpt het ons om gebouwen te renoveren? Nee. Helpt het ons om extra kunstcollecties zichtbaar te maken voor de mensen? Nee. Dus laat ons vooral samenwerken en elke ideologische kramp proberen te overstijgen. Dank u. Dank u wel. En daarmee zijn alle actuele vragen afgehandeld. Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Bjorn Joska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de dames Elke van den Brand en Elisabeth Meuleman betreft de voorrangscriteria in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Vraagt hierover iemand het woord? Mevrouw van den Brand. Het gaat dus niet over de inhoud. Nee. Het gaat heel duidelijk waarom dat u de spoedbehandeling. Dat is niet hetzelfde als vorige week. Hè? Ja, ik wil inderdaad. Waarom dat het vandaag zou moeten behandeld worden? Ja, ik wil argumenteren omdat het vandaag moet behandeld worden en dit niet kan wachten tot een behandeling in commissie of een andere procedure. Collega's, op 5 januari startte de inschrijving in het secundair onderwijs in Brussel. Op 5 januari, dat is heel snel. Als wij vandaag deze resolutie niet goedkeuren, dan gaan we eigenlijk een heel generatie aan kinderen die soms tot 9 jaar in het Nederlandstalig onderwijs hebben gezeten, niet de kans geven om hun traject in het Nederlandstalig onderwijs verder te zetten.
Op deze moment zijn er in tal van Brusselse scholen informatieavonden bezig die aan ouders van kinderen zegt dat het niet uitmaakt of dat hun kind Nederlands kan of niet, dat enkel uitmaakt wat hun taalkennis is als ouder. Daardoor wordt het Huis van het Nederlands vandaag, de afgelopen week, maar ook de komende dagen en weken overspoeld door mensen die taaltesten willen afnemen om toch hun kind de kans te geven om hun traject in het Nederlandstalig onderwijs verder te zetten. En als we vandaag deze resolutie niet goedkeuren, als we die wel goedkeuren, dan geeft de minister nog net de tijd om de nodige stappen te zetten. Om eigenlijk wat we allemaal erkennen als een onbedoelde kronkel in een decreet, om dat recht te zetten. Dan kunnen we het Huis van het Nederlands ontlasten van al die mensen die momenteel daar staan, wat eigenlijk veel tijd vraagt en veel geld vraagt van het Huis van het Nederlands om iets te doen waarvan we eigenlijk met z'n allen erkennen dat het kafkaans en absurd is. En collega's, verwijs dit alsjeblieft niet door naar de commissie, want dan zullen de kinderen die nu in het zesde leerjaar zitten uit de boot vallen. Op 5 januari starten de inschrijvingen. Kinderen die kozen voor het Nederlandstalige onderwijs, een positieve keuze, dan zegt u tegen hen, enkel als uw ouders voldoende Nederlands kunnen, kan jij middelbaar bij ons blijven. Dan verwijst u kinderen naar het Franstalig onderwijs, terwijl velen van hen niet eens Frans kunnen. Collega's, de minister is gebonden door een decreet. Zij kan niet anders handelen dan het decreet. Een decreet dat we hier als parlement gestemd hebben in de vorige legislatuur. Wij moeten haar... Ja, Groen heeft het niet meegestemd, dat staffer. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat dit parlement heeft een decreet gestemd. Dus de minister kan niet anders handelen dan volgens dat decreet. Het is dit parlement dat vandaag, door deze resolutie goed te keuren, nog net op tijd kan zorgen dat de minister de ruimte krijgt om wel anders te handelen, om ons een brief te sturen naar de school, om te zorgen dat er op tijd nog een signaal gebeurt. En ik besef dat dat niet vanzelfsprekend is om een voorstel vanuit de oppositie goed te keuren. Ik besef dat dat politiek moeilijk ligt. Maar er is geen tijd voor een ander traject. Er rest ons geen tijd. En ik vraag u om geen spelletjes te spelen op kap van 12-jarige kinderen die heel graag in Nederlandstalig middelbaar onderwijs willen geraken. Vraagt hierover nog iemand het woord? Meneer Van den Heuvel. Ja, meneer de voorzitter. Vanuit de meerderheid wil ik zeggen dat we de problematiek die daarnet geschetst is effectief erkennen. En wij engageren ons om daar de volgende week samen met de regering en met de minister van Onderwijs daar werk van te maken om een oplossing uit te werken. Goed. Dan stel ik voor dat degene die akkoord is om over te gaan tot de spoedbehandeling nu recht staan. Degene die niet akkoord zijn, mogen nu recht staan. Dan stel ik vast dat het niet aangenomen is en derhalve blijft het voorstel van resolutie verwezen naar de Commissie voor Onderwijs. Collega's. U bent akkoord, kom aan. Dames en heren, mag ik vragen om recht te staan om een rouwhulde uit te spreken aanleiding van het overlijden van Haar Majesteit de Koningin Fabiola. Dames en heren. Op 86-jarige leeftijd is vorige week overleden Zijne Majesteit Koningin Fabiola. Ze werd op 11 juni 1928 in Madrid geboren als zesde van 7 kinderen van een Spaanse graaf. Als jonge vrouw werkte ze in Madrid als verpleegster. In 1960 werd ze op 32-jarige leeftijd de echtgenote van de 2 jaar jongere koning Boudewijn. Daarmee werd ze de 5e koningin der Belgen. Het huwelijk van koning Boudewijn en koningin Fabiola bleef kinderloos, een groot drama in hun beider leven. Hoewel koningin Fabiola een louter representatieve functie had, ontwikkelde ze ook zelf initiatieven. Ik geef u een paar voorbeelden. Zo schreef ze in 1961 een bundel met 12 sprookjes. Na de dood van koningin Elisabeth in 1965 nam ze de hoge bescherming van de internationale muziekwedstrijd koningin Elisabeth van haar over en werd ze erevoorzitter. Ze bleef die rol vervullen tot eind 2013, toen koningin Mathilde haar opvolgde als erevoorzitter. Na het overlijden van koning Boudewijn in juli 1993 behield Fabiola haar titel van koningin. In september van dat jaar aanvaardde ze het voorzitterschap van de Koning Boudewijn Stichting. Het laatste officieel optreden van koningin Fabiola dateerde van 31 juli 2013.
Toen woonde ze de herdenkingsmis bij naar aanleiding van de 20e verjaardag van het overlijden van haar man. Eind 2013 trok ze zich terug uit het publieke leven, onder meer vanwege haar zwakke gezondheid. De voorbije zomer moest ze onder meer verstek gaan voor een herdenkingsdienst voor koning Boudewijn. Met het overlijden van Fabiola verliest de Belgische koninklijke familie haar oudste lid. Dames en heren, ik stel voor dat we enkele ogenblikken stilte in acht nemen ter nagedachtenis aan koningin Fabiola. Dank u wel. Dames en heren, aan de orde is nu de hoofdelijke stemming van de heren Herman Wijnands, Koen van den Heuvel, Lionel Bayard, Marius Meremans, Joris Pochet en Wilfried van Dalen tot besluit van in de commissie besproken beleidsnota Sport 2014-2019. Hierover vraagt niemand het woord? Nee? Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 113 leden deelgenomen, 84 ja, 26 nee, 3 onthoudingen. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse regering worden overgezonden. Reden voor onthouding? Dan is nu aan de orde de hoofdelijke stemming over de motie van de heren Joris van den Broek en Renate Landuijden en mevrouw Jasmin Kerbach tot besluit van de commissie besproken beleidsnota mobiliteit en openbare wijken 2014-2019. Vraagt hierover iemand het woord? Nee. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 114 leden hebben deelgenomen. 26 ja, 88 nee. Geen onthoudingen. Dientengevolge neemt van het parlement de motie niet aan. Dames en heren, aan de orde is nu de hoofdelijke stemming over de motie van mevrouw Aniek de Ridder, de heren Dirk de Kort, Matthias de Klerk en Paul van Miert en de dames Karin Brouwers en Lies Jans op besluit van de commissie besproken beleidsnota mobiliteit en openbare werken 2014-2019. Ook hier vraagt niemand het woord. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 113 leden hebben deelgenomen, 83 ja, 16 nee, 14 onthoudingen. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement deze motie aan. Ze zal ook aan de Vlaamse regering worden overgezonden. Zijn er redenen voor onthouding? Nee. Dames en heren, dan vraag ik u bijzondere aandacht voor volgende week. Want we zijn aan het einde van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 16 december om 9 uur, om 14 uur en om 19 uur. U hoeft uw boterhammen niet mee te brengen, want u krijgt hier een beknopt avondeten. En woensdag 17 december zal ongeveer hetzelfde schema zijn, 9, 14 en heel waarschijnlijk 19 uur. Daarmee is de vergadering gesloten en wens ik u een behouden thuiskomst.